Met Dirk en Rens, een podcast over cannabis en alles wat met deze wonderbaarlijke plant te maken heeft. Mijn naam is Dirk Bergman. En mijn naam is Rens Hoppenbrouwers. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door onze vrienden van Seedstockers. Betaalbare cannabiszaden voor thuiskwekers, verkrijgbaar op seedstockers.com. We nemen deze aflevering op in, is het nou Schijndel of Sint-Oederode? Dat weet ik eigenlijk nooit zeker. Sint-Oederode. Toch Sint-Oederode, hè? Ja. En daar zijn we te gast bij een van de succesvolste cannabisondernemers van Europa. Ik denk dat je dat toch wel kan zeggen. Boy Ramzai en zijn zoon Shai. Hartelijk welkom in de High Tea podcast, heren. Ja, jullie welkom bij ons op kantoor. Superleuk om jullie hier een keer aan tafel te hebben. Zeker weten. Dus ik heb al meerdere keren jullie podcast beluisterd, dus... Het is een eer om jullie een keer hier te hebben. Ja, dankjewel. Inderdaad, leuk dat we hier aan mogen schuiven. Natuurlijk gaan we het uitgebreid hebben over de bedrijven die Boy heeft opgebouwd. Discover Publisher, Royal Queen Seeds natuurlijk, Sipdol, Seedtech. Maar we hebben ook natuurlijk ook nog jullie smart shops. House of Smart. Zamnesia. Witkana. Ja. We kunnen nog even doorgaan in ieder geval. Dus, komt allemaal aan bod. Ja, maar eerst bespreken we het belangrijkste cannabis nieuws uit het binnen- en buitenland. Ja, we staan stil bij de dood van Rafael Meghoulam, de vader van het cannabisonderzoek. We bespreken de nieuwe Amsterdamse Stay Away campagne en de drastische daling van het aantal ontdekte wietkwekerijen in ons land. Wow. Ja, en nog meer nieuws. Project C claimt 90 miljoen euro bij de staat. Leafly stopt met journalistiek en Oostenrijk verbiedt HHC. En in de Zwitserse stad Basel is een wietproef gestart. En de Taliban verbieden cannabisteelt in Afghanistan. En als allerlaatste, James Burton heeft een bijzondere post gekregen van Joe Biden. Zeker weten. Dit is High Tea met Dirk en Rens, aflevering 73. Yes, we zijn er. En we zijn gezellig bij de mannen van Royal Queen Seeds. Laten we beginnen met het eerste rubriek. Wat zit er in de joint vandaag? Wat zit er in jouw joint vandaag? Ja, en natuurlijk beginnen wij altijd met onze gasten. En... Wat zijn jullie aan het roken? Eigenlijk zijn wij aan het roken, maar vertel. Ik zal wel vertellen. Vertel eens. Een beetje saai, maar ik rook überhaupt niet eens een sigaret. Dus bij zo, mij. Dus zo bij gezond. Mij, zo gezond, ja. Dus bij mij zit helemaal niks in mijn joint. En saai? Ja, voor mij eigenlijk hetzelfde. Ik rook geen joints meer. Vroeger wel, toen ik iets jonger was op middelbare school. Na school stiekem een jointje roken. Ik deed zelf wat plantjes thuis in de tuin zetten om eigen wietje te kweken. En iedere woensdagavond rookte ik samen met mijn beste kameraad Joep. Lekker jointjes totdat we er bij me neervielen. En dan gingen we lekker slapen. Maar eigenlijk ja, in de loop van de jaren ben ik eigenlijk daar mee gestopt. Omdat ik ook stopte met sigaretten roken. En nu neem ik alleen nog maar het THC in vorm van olie. Dus voor het slapen gaan een druppeltje. En dan slaap ik lekker in ieder geval. Ik vind het heel mooi. Ik moet wel zeggen, wij zijn dus wel, we hebben de gastvrijheid gekregen om hier op het kantoor een heerlijk jointje zelf te mogen nuttigen. Absoluut. Dat is, ik wil er graag iets aan toevoegen. Ik ben net terug uit Amerika. En het mooie van Amerika is, je hebt daar edibles met THC, met CBD, met CBN of weet ik wat allemaal. En uiteraard heb ik dat wel lekker geprobeerd. Daar een lekker gummibeer, lekker met THC erin. Geweldig. Dus absoluut een uitkomst voor mensen zoals ik die bijvoorbeeld slechte longen hebben of niet roken. Geweldig. Chocola met THC of whatever. Gewoon waanzinnig. Waanzinnig. Het is zeker de toekomst. Ja, absoluut. Ja, grote uitkomst. Dirk, wat ben jij aan het versnaperen hier langs mij?
Ja, voor mij is het is natuurlijk lente, maar dat betekent voor mij ook sinds een aantal jaren jureren voor de High Life Cup. Komen we dadelijk nog over te spreken hoe dat ooit begonnen is en hoe zich dat ontwikkeld heeft. Maar nee, dat is weer een hele opgave, moet ik zeggen, om door al die samples heen te gaan en ze zo serieus mogelijk te beoordelen. Dus ik ben bezig met eentje uit de categorie, een nieuwe categorie, USA Grown in Nederland. Oh. Dus er is een categorie uit Amerika geïmporteerde wiet. Zo heet die categorie althans. En dan dus eentje met Amerikaanse genetica, maar wel in Nederland gegroeid. En deze, ja, een beetje slordig. Ik kon op het zakje nog de naam zien met viltstift. Dan zou het een biscotti moeten zijn. Ik weet niet of dat waar is, maar het is wel, ik vind het wel een erg lekker wietje. Ik vind hem in deze categorie bovengemiddeld. Hij ruikt lekker. En hij doet het ook goed. Dus leuk voor deze uitzending. Hoe zit dat bij jou, Rens? Wat ben jij? Je hebt nog niet opgestoken, maar wat ga jij opsteken? Hij ligt klaar. Nee, ik heb een heerlijk wietje van toevallig de Dizzy Duck meegenomen. Ah, wat een toeval. Toeval. En toevallig ook van mijn grootste vriend La Chanvrière, Sunsets. Ik denk een strain die de luisteraars zal kennen ondertussen. Ja, zeker. En, wordt hier regelmatig gerookt. Ik moet zeggen, het is niet echt niet voorbereid. Want ik dacht, we houden het discreet, deze aflevering. Maar toevallig, dan nemen we het er ook van. En deze zat nog in mijn tas, dus dat is fantastisch. Mooi dus zo. Ik hoop dat alle luisteraars ook iets lekkers te roken hebben voor deze aflevering. En we gaan beginnen met het nieuws. Ja, en we beginnen met de nieuwe Stay Away-campagne van de gemeente Amsterdam, die deze week heel veel aandacht kreeg, tot de BBC en de New York Times toe. Hebben jullie toevallig al die filmpjes gezien? Ik heb het wel gezien. Het mooie is, het feit dat we het hierover hebben, is toch wel geslagen eigenlijk. Als de internationale pers het oppakt. Ja, big time, hè? Ja, en of het nou bad news of good news, maakt niet uit. En bad news kijken de mensen vaker of luisteren mensen vaker naar als good news, helaas. Dus ze kunnen zeggen wat ze willen over de campagne, maar het is, denk ik, gemeente Amsterdam is er blij mee, dat er zoveel PR over gekregen. Hoe kijk jij tegen zo'n campagne aan, Shai? Van blijf weg uit Amsterdam als je hier komt om feest te vieren. Ja. ik ben sowieso niet echt te spreken over Femke Halsma, maar, maar ja, ik vind juist Amsterdam mooi. Ja, door hetgeen wat het nu is met de coffeeshops, met de wallen. En daardoor komen juist heel veel toeristen naar Amsterdam. En ik hoop dat het oude Amsterdam juist weer een beetje terugkomt. Ja, met alle toeristen. En ja. Ik praat, we hebben zoals je weet een paar winkels in Amsterdam in het centrum. Royal Queen Seat Store op de Damstraat onder andere. Dus we hebben regelmatig contact met de ondernemers daar. Het zij de frietboer, de bakker, de koffieshop, maar ook gewoon thee, waar je koffie en thee kunt drinken, gewoon lunchrooms. En als je met die mensen praat, dan hoor je ook dat ze helemaal niks van snappen dat eigenlijk de gemeente, Amsterdamse ondernemers, de nek omdraait momenteel, heel veel van die gasten. Want als je ziet hoe het 5 of 10 jaar geleden was, wat ze verdienden en wat ze nu verdienen, dat is een wereld van verschil. Mm-hmm. Een wereld van verschil voor de meeste mensen daar. Ja, sommige mensen zeggen gewoon dat het 40% minder is dan een aantal jaar geleden. Dat is echt bizar. Dus, maar we kunnen met z'n allen ook wel iets vinden van als er een stad allemaal dronken mensen rondlopen, bij wijze van spreken. En er is heel veel overlast, daar kun je ook iets over zeggen en vinden, uiteraard. Ja, nou ja, de vraag is dan of dit gaat helpen, zeg maar, of dat het misschien zelfs een averechts effect heeft. Ik weet het niet. Ik vind het ook, ik had het nooit zo verwacht. Maar aan de andere kant, je ziet gewoon, ze proberen te ontmoedigen. Ja. Dus dan komt altijd zo'n campagne er op zich ook wel weer bij verwacht. Ik heb meer het idee, het komt door hele goedkope vluchten. Waardoor je inderdaad letterlijk voor 4 tientjes kan je op en neer vliegen vanuit Engeland. Ja. En het heeft veel te maken met alcohol. Want wanneer ga je al die dingen doen die overlast geven, zoals schreeuwen en kotsen en weet ik wat. Ja. Dat is niet zozeer door de wiet. Ja. Maar ja, wat is het, bij 1 april of bij 1 mei gaat ook het blowverbod op de wallen in, toch? Dat je daar in ieder geval buiten niet meer mag roken. Waarvan ik ook denk, ja, interessant. En hoe zit het dan met coffeeshops die je eerst hebt gezegd, je mag hier niet meer met tabak je joint draaien. Dus waar moeten die mensen dan naartoe, die toeristen?
Hoe gaat dat? Ja, dat is ook zoiets. Ja. Hoe gaat dat lopen? Ja. Maar het kwam zelfs... Hotelkamer. Ja. Maar het kwam zelfs bij Arjen Lubach ook nog? Ja, bij Arjen Lubach en ook bij De Ideale Wereld op de Belgische televisie. Ja, het is typisch zo'n item wat voor journalisten ook erg aantrekkelijk is om over te schrijven. Omdat, kijk, vanuit het buitenland zie je veel reacties van, hè, eerst is Amsterdam decennia lang bezig met zoveel mogelijk toeristen proberen te trekken. Kom naar onze stad. En dan komen die mensen en dan is het stay away. Ja. Dus dat is, ze kijken daar toch wel met enige verbazing naar. Ah, maar tot nu toe, als ik de ondernemers mag spreken daar, zeggen ze wel dat dat wel effect heeft. Want ze zien de afgelopen vijf jaar absolute verandering in de toeristen in Amsterdam in het centrum van toen en nu. Mm-hmm. Ze zien absoluut dat er minder goedkope, laat ik het zo zeggen, Engelsen zijn. Mm-hmm. En wat higher class toeristen daar. Ja. Dat zien ze ook in de uitgaven, dat minder uitgegeven wordt. Ja. Dat is weer tegenovergesteld. Ja, ik denk dat kwaliteit boven kwantiteit. Ja. Nou, er zijn natuurlijk heel veel stereotypes en vooroordelen in die discussie. Ja. Hè? Alsof mensen die naar een coffeeshop komen per definitie low class, weinig uitgevende jonge mensen zijn. Je hoeft maar even in een shop te zitten, ook in Amsterdam. En je weet dat dat in ieder geval niet klopt. Maar goed, wordt vervolgd. Yes. Bijzonder nieuwtje. Het aantal ontdekte wietkwekerijen is gedaald van 1800 in 2021 naar 1060 in 2022. Zo. Ook het aantal meldingen bij misdaad anoniem loopt ook enorm terug. Ja, dat vond ik sowieso al erg goed nieuws natuurlijk. Ja. Minder mensen die elkaar verklikken in Nederland, altijd goed. Nee, ik heb het bericht er even bij gepakt. Dat Netbeheer Nederland is dus de brancheorganisatie van alle netbeheerders die samenwerken met de politie en het OM in de strijd tegen de hennepteelt. En die komen met die cijfers. En een woordvoerder van Meld Misdaad Anoniem heeft in het Parool gezegd dat de wietproef de reden daarvan zou kunnen zijn. Quote: we hebben er geen diepgravend onderzoek naar gedaan, maar we vermoeden dat het te maken heeft met de regulering van wietteelt. Mensen zien daardoor mogelijk minder de urgentie van het melden van een wietkwekerij in de buurt. Dat vond ik wel weer een hele grappige gedachtensprong. Ja. Dat het daardoor komt. Maar, wietproef gesproken. Mm-hmm. Zullen we dan meteen, of had je nog een conclusie? Wat wel zo is dat die daling die is eigenlijk al een aantal jaren aan de hand. Hier in 2018 heb ik nog een cijfer van waar het 2600 wietkwekerijen. En volgens mij de topjaren was het 3500. Dus echt ongeveer 100 per dag opgerold. Dus het is wel grappig. Niemand weet hoeveel het er wel zijn. Want we weten alleen hoeveel er opgerold zijn. Maar we weten nooit hoeveel er niet opgerold zijn. Zou het misschien ook komen door de hoge elektriciteitsrekening en de mogelijkheden en dat soort dingen? Ook gewoon minder kwekerijen zijn. Gewoon, lijkt me ook wel logisch. En zou het misschien ook niet kunnen zijn dat er zoveel goede wiet uit buitenland komt? Ja. Tegen en lage dat kwekers prijzen. Misschien zijn verhuisd naar België, naar Spanje, omdat ze het in Nederland... Maar ook wiet uit USA, Canada. Ja. Top kwaliteit voor weinig geld. Ja, dat overspoelt de markt een beetje. Ja. Dus de kwekers in Nederland die hier kweken, die kunnen hun spul niet kwijt, zeg maar. Of konden hun spul veel moeilijker kwijt, denk ik. Nou, er is gewoon heel veel concurrentie tegenwoordig. Klopt, zeker weten. Nou ja, over wietproef gesproken, wat je inderdaad zei. Wietproefnieuws. Op 30 maart stond de afgewezen teler Project C voor de rechter. Wat was daar aan de hand? Nou, niet de enige. Er stond er nog eentje. En die heb ik ook wel eens ontmoet, die kerel. Dat heet Outernet. En die wilde ook in Breda voor de wietproef gaan telen. En die voelt zich ook zeer tekort gedaan door de PLA en eigenlijk door alle instanties. En Project C die zegt dus van dit is allemaal verkeerd aangepakt door de overheid. Ik zag zelfs op Twitter Peter Schouten, de advocaat die bij Project C, een van de oprichters is van Project C, dat de overheid ondermijnend bezig was geweest. Dus ik had zoiets, rustig aan, meneer Schouten. Maar goed, inkomstenderving. En ook de kosten die ze al gemaakt hebben. En ze hadden een heel veiligheidsplan. En ze hadden een Amerikaanse investeerder. En daarom eisen ze nou dus 90 miljoen euro. En ze willen alsnog meedoen aan de wietproef. En als dat niet mag, dan in ieder geval op de wachtlijst. Voor als er een teler afvalt. En dat wil ook de meneer van Outernet. Dus ben benieuwd. De uitspraak is op 11 mei. Dus tegen die tijd zullen we er eventjes op terugkomen. Stel je voor dat de rechter zegt, wij vinden eigenlijk dat je inderdaad ook mee mag doen aan de wietproef. Dan ben ik benieuwd, want ze hebben nog steeds geen locatie, ze hebben verder helemaal niks.
Interessante case. Ja, het is... Nou ja, hoe kijken jullie daar tegenaan? Nou ja, ik vind... Ik wens iedereen veel geluk en succes in alles wat ze ondernemen. Laat even voorop stellen. Alleen als je ziet dat je zoveel moet investeren in een traject. En dat je maar 4 of 5 jaar mag kweken. En daarna moeten weer andere mensen komen. Omdat je niet zeker bent van je investering. Dan vind ik een absurde regelgeving. Mm-hmm. En ik ben natuurlijk blij dat de achterdeur van de coffeeshops beter geregeld gaat worden. Het zijn distributie, kwaliteit, controle en noem maar op. Dat is chapeau. Alleen... Ik vind het absurd dat als de overheid zegt... ja, je mag het doen, maar alleen maar 5 jaar bijvoorbeeld. En na 5 jaar gaan we iemand anders ervoor pakken. Of we weten niet wat we gaan doen, maar je krijgt geen zekerheid dat je verder mag kweken. Dan ben ik benieuwd of de mensen kostendekkend kunnen zijn in de 5 jaar tijd. Wat heb jij zelf overwogen om mee te loten? Of heb je meegeloot? Nou, nee, ik heb het zelf niet gedaan. Ik ben wel 3 à 4 keer benaderd. Dat mensen vroegen of ik mee wou doen. Als investeerder of als iets anders... En wij hebben hier intern erover gehad. We hebben gezegd, we gaan dat niet doen. En de reden ervan is van, wat ik net al gezegd heb, 5 jaar vinden we veel te kort. Veel te kort. Ja, ja. Dat kan ik goed begrijpen. Zeker. Nou, want er is nog steeds, ook niet tijdens deze 73ste aflevering, is er een gram gereguleerde wiet over de toonbank gegaan. We wachten er nog steeds op. Ja, ja, ja. Maar, ach ja. Ja. We houden hoop, toch? Zeker. Even kijken, over naar het buitenland. In Israël overleed op 9 maart de vader van cannabisonderzoek, Rafael. Ja, ik ben zo slecht in namen altijd. Meghulam. Ja. Op 92-jarige leeftijd, een hele mooie leeftijd. Ja. Waarom werd hij zo genoemd, Dirk? Nou ja, Meghulam is echt een van de pioniers, kan je zeggen, in de moderne geschiedenis als het gaat om onderzoek naar cannabis. Hij werd geboren in 1930 in Bulgarije, in Sofia. En emigreerde in 1949 naar Israël. En daar ging hij scheikunde studeren. En hij begon eigenlijk vlak voordat cannabis wereldwijd veel meer gebruikt ging worden, zeg maar. In 1962, geloof ik, begon hij met het onderzoek naar cannabis. Omdat hij zich erg over verbaasde hoe weinig chemische, of hoe moet ik het zeggen, scheikundige informatie er eigenlijk was over cannabis. Welke stoffen daarin zaten die werkzaam waren, hoe die moleculen zeg maar eruit zagen, wat voor stoffen dat waren. Want dat wisten we wel toen allemaal al van heroïne en ook van cocaïne. Maar van cannabis was eigenlijk heel erg weinig kennis. Dus hij ging er achteraan en was de eerste die... hij staat bekend als degene die THC heeft ontdekt. Nou, dat is een beetje een rare claim, maar hij is wel de eerste die het heeft gesynthetiseerd. Mm-hmm. En wat ook wel belangrijk is, hij heeft heel belangrijk werk gedaan, wetenschappelijk werk, naar het endocannabinoïde systeem. Waar we altijd nog even de bel voor moeten laten rinkelen. Omdat zeker nieuwe luisteraars misschien niet weten wat het is. Maar dat is dus in elk lichaam, ieder menselijk lichaam en ook bij heel veel dieren trouwens, zit dus dat endocannabinoïde systeem. En wij hebben ook lichaams-eigen cannabinoïden. Die dus vrijwel hetzelfde zijn als de stoffen die in de cannabisplant zitten. Maar die maken wij al zelf aan. Dus dat is interessant. En het werk van Meghulam is heel belangrijk geweest om beter te begrijpen hoe dat systeem werkt. Want dat reguleert een aantal heel belangrijke lichaams-eigen processen, zoals slaap, eetlust, leren, geheugen en immuniteitsreacties. En wat ik zelf altijd erg mooi vind, hij is de ontdekker en de naamgever van een belangrijke endocannabinoïde, dus een lichaams-eigen cannabinoïde. Die heet anandamide. En dat heeft hij, die naam heeft hij afgeleid van het Sanskriet woord ananda, het woord voor geluk of gelukzaligheid. Zo. Ja, dat is mooi, hè? Ja, zeker. Anandamide. Dus hij heeft inderdaad een mooie leeftijd mogen bereiken, maar helaas nooit de Nobelprijs voor de geneeskunde gekregen. Want dat had hij wat mij betreft zonder meer verdiend. Meghulam. Op naar de wonen. Ik wil er even iets op zeggen. Mm-hmm. Onwaarschijnlijk zijn wij de laatste bedrijf geweest die die goede man geïnterviewd heeft. We zijn met een... Wauw. Wij zijn de laatste. Ja? De familie heeft contact met ons opgenomen om de beelden op te vragen. Ah joh, dat meen je niet. Maar vertel me waar we mee bezig zijn. Ja. Jij mag vertellen. Ja, we zijn bezig met een cannabis documentaire te maken. Uh-huh. Eigenlijk alles over cannabis in Europa. En daarvoor interviewen wij echte key spelers binnen de cannabiswereld. Waaronder deze beste man.
En de filmcrew, die is even net iets voor Spannabis. Ik denk 2 weken voor Spannabis zijn die naar Israël toegevlogen om deze man te interviewen. En is de laatste interview geweest die hij gegeven heeft voor de camera. Dus de familie heeft ons daarover contact om de beelden natuurlijk op te vragen. En uiteraard geven wij die beelden. En deze documentaire, die gaan wij uiteindelijk... ergens publiceren. Waar weten we nog niet precies. En wanneer ongeveer? Heb je dat tijdspad voor? Denk eind dit jaar ongeveer, denk ik. Ja, binnen een half jaar, denk ik. Ja, oké, dus wel nog in 2023. Ja. En het worden 5 afleveringen. Dus, Wauw. Interessant. Dit is wel een primeurtje. Ja, dat is wel heel gaaf. Er zitten heel veel leuke spelers in. De rest ga ik nog niet vrijgeven, maar toevallig omdat... hij aan bod komt. De timing was dan wel erg goed. De reden ervan is, we gaan 2 documentaires maken. Eentje wat Shai net over had. Mm-hmm. En de andere documentaire die we gaan maken, dat gaan we om het 5 jaar doen. We gaan ons bedrijf Royal Queentjes gaan we filmen. We gaan mensen interviewen, zowel mensen die inpakken tot management, tot weet ik wie allemaal, iedereen die wat te doen of belangrijk is in het bedrijf zelf. En de reden ervan is van... Dirk, we kennen elkaar al 30 jaar, misschien wel langer. En het zou toch mooi geweest zijn toen wij met High Life begonnen. In die tijd, je bent een van de journalisten geweest, een van de eerste zelfs. Het zou mooi geweest zijn als we dan filmmateriaal van gehad zouden hebben. Ja, zeker. Of fotomateriaal. En heel veel bedrijven, CQ-ondernemers, vergeten dat soort dingen te doen. Waarop ik gezegd heb, intern op de managementvergadering bij ons, weet je wat, we gaan om de 5 jaar gaan we voortaan een reportage van ons bedrijf maken. Wat onze doelstellingen zijn, waar we naartoe gaan, wat onze visie is. En het is altijd goed om na 5 jaar weer terug te kijken, hebben we het gehaald, ja of nee? En wat is allemaal veranderd in de cannabiswereld? Ja, vooral mooi. In de wereld veranderd. Ja, dat gaat super snel. Het gaat heel snel. Ja, en dat gaan we zowel voor Royal Queentje doen, als Sibdol, als van Zamnisha. En ga zo maar door. En we hopen daarmee heel veel dingen vast te leggen voor de generatie na ons. Ja, zeker. Ja. Hoe wij begonnen zijn en waar we voor stonden en dat soort dingen. Ja. En die komen ook publiekelijk? Of wordt het meer voor intern? Ja, dat zal ook misschien wel publiekelijk zijn, maar ook zeker voor intern. Ja, ja. Maar ook dat we gewoon data hebben. En qua communicatie, ook op onze internetverhalen. Maar wie weet wordt het misschien wel bij Netflix een keer uitgezonden. Hoe nou? Ja. Als het materiaal er is, goed, ja, precies, daar begint het mee. Maar je moet het wel draaien. Het grote verschil tussen de 2 documentaires is dat de ene is echt Royal Queentjes branded, waar Boy het net over had. En de andere is echt over de cannabisindustrie. En daar wordt ons merk nauwelijks in vernoemd. Dus... Ja, super interessant. Ja, inderdaad. En het is inderdaad mooi wat je net zegt, dat we de laatste waren. Helaas, natuurlijk. Ja, ja. Maar wel mooi dat wij toevallig dat hebben mogen doen. Dus dat is wel een eer. Natuurlijk. Absoluut een eer. Ja. Ja, en dan hoop ik dat zal hij wel gedaan hebben, want het is wel best wel een beroemde anekdote, maar dat hij toen hij helemaal in het begin in Israël begon met het onderzoek naar cannabis, deed hij dat met door de politie in beslag genomen hash. Dus geen wietplanten, maar gewoon. Echt waar? Ja. Van de criminelen, de zaakjes. Ja. En anders hadden ze geen materiaal om mee te werken, zeg maar. Ja, ja. Geweldig. We kijken in ieder geval naar uit, zeker weten. Even naar, we gaan over jouw cannabis of CNNBS column over Leafly. Ze stoppen met het journalistieke deel van hun... Ja, dat vond ik zelf wel een van de slechtere nieuwsfeiten van de afgelopen weken. Want Leafly is toch uitgegroeid tot de grootste wietwebsite ter wereld. Ooit wel begonnen als strain database trouwens, maar al vrij snel overgenomen door privateer holdings destijds. En toen ging het echt vliegen. Toen zijn ze hele goede journalisten aan gaan nemen. En toen, ik beschrijf het ook in die column, heb ik een tijdje een soort Europees team als proefproject kunnen draaien. Nou, dat was echt heel cool met mensen, ook mensen die ik al lang kende uit Spanje, uit Italië, uit Tsjechië, die mee konden werken met Europees nieuws. En de Leafly is naar de beurs gegaan vorig jaar, in februari vorig jaar, naar de Nasdaq. Dus dat was wel heel historisch, maar eigenlijk is die beursgang gaat ontzettend slecht. Dat aandeel is bijna heel zijn waarde verloren. Dus er moet bezuinigd worden en dan vliegt er dus heel veel personeel uit. En dat is vorig jaar al een keer gebeurd in oktober. En nu dus deze maand in maart nog een keer een vijfde van het totale personeel. Waaronder dus de hele journalistieke tak.
zo'n beetje. En ik weet nog wel, dat is voor mij namelijk een van de eerste podcasts die ik zelf met regelmaat ging luisteren. De Roll-Up van Leafly, gepresenteerd door Bruce Barcott, die daar zeg maar hoofdredacteur was van al de journalistiek over cannabis. En zij hielden ineens op, zonder dat ze ook zeiden van dit is de laatste of volgende keer is de laatste. Nee, er kwam gewoon helemaal geen nieuwe aflevering. Ik heb nog een paar keer gezocht van, hebben ze zelf nog iets gezegd waarom ze zijn gestopt? Nee. En dat achteraf bleek dat is een veeg teken voor de toekomst. En nu, ik heb hier een citaatje. Ja, dat is het soort taal waar ik zelf ook niet goed van word. Maar ik heb het toch maar even vertaald van de CEO van Leafly Now. De mevrouw heet Yoko Miyashita. Lees maar even voor. En dan schrijft ze aan haar personeel in een uitgelekte mail. In deze nieuwe realiteit maken we een expliciete verschuiving om onze contentstrategie direct te verankeren in de inkomsten genererende aspecten van onze cannabismarktplaats, om meer content op te nemen die het winkelgedrag stimuleert en waarde creëert voor onze retailers en merken in de vorm van meer bottom-of-the-funnel sessies en bestellingen. Wauw. Dat moest ik nog even opzoeken wat het is, bottom-of-the-funnel, dus van de trechter. En dat verwijst naar de laatste stap in de klantreis, wanneer een klant klaar is om een aankoop te doen. Met andere woorden, ja, elke pagina moet gewoon meteen geld opleveren en meteen tot een aankoop leiden van het een of ander. Hoeveel mensen werkten daar eigenlijk? Ja, goede vraag. Ze hadden die ontslagronde in oktober, ik heb die cijfers hier erbij. 56 werknemers in oktober 2022, dat was 21%. Dus ze hadden er vijf keer zoveel, zeg maar. Ja. Toch iets van 300. Kleine 250, 300. Dan heb ik een klein primeurtje, de tweede. Mm-hmm. De tweede. Ik vertel net, we zijn net terug uit, Twan en ik zijn mijn compagnon, Twan Goldschmidt en ik. En een vriend van ons ook. We zijn net terug uit Amerika, we zijn 6 dagen in Amerika geweest. Is dat 3 maanden geleden is jij dat Amerika begonnen zijn? Ja, oktober ongeveer, dus iets langer. Zijn we in Amerika, USA, begonnen met Royal Queen Seeds. We zijn de eerste cannabis zadenbedrijf uit Europa die daar officieel is begonnen. We beleveren daar 50 staten, onze genetica namelijk. Wauw. En de Shai is daar in oktober geweest, heeft daar een pand gehuurd, mensen aangenomen en alles draaiend gekregen. En daarnaast zijn de mensen hier vanuit Spanje en Nederland, vanuit Nederland daar naartoe gaan om mensen in te werken. Dus we hebben een eigen, in Eugene, hebben we een eigen kantoor, loods, dat we alles doen namelijk, een eigen vestiging. En Twan en ik zeiden dan, weet je wat, uiteraard willen we graag zien wat Shai gehuurd heeft daar in mensen hand te geven. We hebben nog een ander bedrijf overgenomen, wat gaat over genetica, die allemaal een experiment met genetica doet. Mm-hmm. En ook aan het ontwikkelen is. En tevens, en dat is het mooie, dat je dat verhaal net hier nog vertelt. Maar we zijn ook bij Weedmaps geweest. Ah, en dat is eigenlijk de concurrent van de Leafly. De concurrent. Ja. Nou, Weedmaps zit ook zwaar in de problemen. Ja. Zoals heel veel cannabisbedrijven die beursgenoteerd zijn. En het mooie was, en dit is wel een heel mooi verhaal. Tenminste, wij vonden het een mooi verhaal. Je moet nagaan dat wij gaan naar Amerika toe. En we hebben daar een contactpersoon die Shai geregeld heeft. Een heel een geweldige man. Eugene heet hij. Die geeft hem daar een tijdschrift uit. Cannabis tijdschrift. Cannabis Now heet het, dacht ik. Ja. En die man die heeft voor ons afspraken geregeld. En toen we zeiden dat we willen graag ook met Weedmaps praten. Want gezien het feit dat we daar gaan beginnen. We gaan heel veel reclame maken, marketing. Dus dan wil je wel met grote partijen praten. En Weedmaps, wat je net zelf ook al zegt. Is een van de grootste cannabisbedrijven online van de wereld namelijk ook. En die mannen doen twee jaar geleden is het 250 miljoen omzet per jaar. Dit jaar, 2021, zijn ze op 200 miljoen uitgekomen. Ze hebben de oude eigenaar is weer teruggekomen. Ah, oké. Okay. Ja. Teruggekomen. En het mooie van alles is, wij maken de afspraak, wij komen eraan. Dat moet je nagaan, een Amerikaans kantoor. En net misschien iets groter tafel als deze, iets groter kantoor, vergaderruimte als deze, met allemaal schermen en noem maar op. Komen daar 6 mensen te zitten. En het bleek, kwam er later pas achter. Het bleek gewoon dat het alle 6 mensen van de management, highest management waren. Dus de eigenaar plus de management zat tegenover ons. Dus wij kwamen al vlug achter dat het niet zomaar mensen waren. Maar die deden een rondje wie we waren. En ze begonnen te vertellen wie ze waren. Dus we stonden met onze oren te klapperen. Dus ik zeg dan die goede mensen. Ik zeg, god,
Kunt u me even uitleggen, van ons uitleggen, welke eer we hebben dat jullie hier met een management tegenover ons zitten? Nou, dit is een goede vraag, ga ik je vertellen. Wij komen jullie overal tegen. Wij komen online Royal Clean Seats overal tegen. En wij worden, ook voor content heb ik het idee. Wij zijn een gigacontent machine. Ja. Ja, zegt hij. Zeiden die mensen, die eigenaar, we weten niet hoe jullie het doen, wat jullie doen, dat moet je ons maar vertellen. Maar het is ongekend dat jullie zo hoog staan in Google, dat jullie zo'n content hebben, de nieuwste van de nieuwste, zijn jullie een van de eerste mee. Dus ondanks dat wij andere continenten leven, maar wij hebben zoveel respect voor brand Royal Clean Seats, voor de idee wat hierachter zit, met de content wat jullie maken. Het is bizar. En dat is de reden dat heel ons management wou jullie in de ogen kijken. Wat mooi. Een groter compliment kun je goed niet krijgen. Ja, groter compliment kun je goed niet krijgen. En dus, Lieflaai, wat je nog zit te vertellen, inderdaad. Het is, je ziet dat inderdaad bij heel veel cannabisbedrijven die beursgenoteerd zijn, die heel veel problemen momenteel hebben. Ja. Want die handel die, dat bij Weedmaps, idem dito, is ook helemaal naar beneden gekelderd. En in het geval van Leafly is het dus zo. Ze moeten 10 dagen achter elkaar, werkdagen, moeten ze minimaal 50 miljoen bedrijfswaarde hebben. Ja. Want als ze dat niet halen achter elkaar, dan gaan ze gewoon van de Nasdaq af. En dan, en dan ziet het er heel slecht uit. Ja. Dus ze moeten alle hands aan dek om dat te kunnen doen. En, nou, een van de problemen, wat ik vroeg aan Weedmaps, ook dat zelf natuurlijk als Leafly nagenoeg. Maar ik zeg, maar hoe kwam het dan dat het zo slecht ging eigenlijk bij jullie? En de antwoord is wat die man zei, moet je luisteren. We zijn een beursgenoteerd bedrijf. Hier kwamen mensen te zitten in de management die helemaal geen verstand van cannabis en hennepindustrie hadden. Ja, ze is met High Times een tijd ook heel slecht gegaan. Ja, zegt hij, dus we zaten hier mensen met zonder hart voor hennep, zonder hart voor cannabis, zonder hart voor whatever, waarvoor we hiervoor zijn en staan. Cultuur. Ja, cultuur. En zegt hij, en als je dan een management hebt wat geen hart voor de zaak heeft, dat zijbelt door naar beneden. Heel veel goede mensen gaan weg. Ja, ook dat natuurlijk. Ja. Gaan weg. En als je dan ook ziet dat je in een jaar tijd 50 miljoen naar beneden keldert qua omzet. Ja, dat gaat naar de verdommenis. Dat is ook een van de redenen dat toen ook de raad van bestuur van Weedmaps ook de oude eigenaar terug heeft gehad. Ja, met de precies. Verschillende oude garden. Dat ze weer de hennepgevoel en het hele idee achter Weedmaps weer een nieuwe leven, een nieuwe bloed willen inblazen, een nieuwe leven willen inblazen. En dat ze Weedmaps 2.0 willen gaan maken namelijk. En dat was wel geweldig mooi om te zien dat ze de oude eigenaren weer terug hebben gehaald in het bedrijf. En ik denk dat dat heel goed zal zijn, hopelijk voor Weedmaps. Ja. Maar het zijn geweldige, mooie mensen waar we met z'n allen hier in Europa nog een puntje aan kunnen zuigen hoe dat hun het daar gedaan hebben. En laten we het hopen dat ze het gaan redden natuurlijk. Ja. Ja, die zijn echt spannende tijden in Amerika. Ja. Nou ja, qua functie. Toen ik in Amerika voor 2 weken toen heb ik Weedmaps heel veel gebruikt om te kijken wat is er allemaal voor lekkers in de buurt, weet je wel, en dergelijke. Dus het werkt. Maar daar zijn ze in Europa eigenlijk alle twee, zowel Weedmaps als Leafly, een beetje op stuk gelopen. Dat je dat in Europa kan je dat helemaal nog niet doen, weet je wel. Je kan niet van een coffeeshop met zekerheid vaststellen dat ze die soort op dit moment in de aanbieding hebben. Dat mag allemaal niet, kan allemaal niet. Ja. Dat vroeg ik aan hem. Ik zeg, want ik ben 7 jaar geleden ben ik in Barcelona op de kantoor geweest van Weedmaps. Ja, toen gingen ze Europa. Ja. Gingen ze boven en boven op een van de kantoor of de of flatgebouw, weet ik wat het was, zaten ze. Mooi kantoor, by the way, 2 verdiepingen of 3. Ik zeg, wat is de reden ervan dat jullie gestopt zijn? Jij zegt, nou, ik ben toen uit het bedrijf gegaan en de nieuwe management zagen er weinig heil in om dat te doen. Maar ik kan je één ding zeggen, dit jaar gaan wij terug naar in Europa en wij gaan het overnieuw Weedmaps uitrollen in Europa. Oké. Dus dat is wel leuk. En ze gaan weer terug naar Spanje komen. Ik zie dus al Weedmaps een keer Royal Queen Seats. Wij gaan met Royal Queen Seats, omdat wij dit eerste jaar daar bezig zijn. En Shai is de man die voor ons bedrijf natuurlijk daar ook gaat reizen en ook reist en daar alles op poten moet zetten. Maar wij gaan daar natuurlijk een gigamarketing van halen. Van billboards, reclame, radio, tv, alles gaan we daar doen. Alles. Dat nice. Is, ja, dat kan allemaal daar, toch? Ja. Ja, geweldig. Maar we gaan, in ieder geval, ik vind het leuk dat we hier zitten. We hebben in ieder geval zat te vertellen dadelijk. Maar we gaan nog even het nieuws afmaken. We gaan door naar Oostenrijk, waar de regering handel en verkoop van HHC heeft verboden. En voor alle luisteraars, Derek, wat is HHC?
Ja, HHC, dat staat voor hexahydrocannabinol. En ja, voor de mensen die dat inderdaad nog niet weten, het komt in heel kleine hoeveelheden voor in de cannabisplant. Maar zo weinig dat je het eigenlijk nauwelijks op die manier kan sourcen. En daarom is het eigenlijk alle HHC die je tegenkomt is synthetisch. Dus gemaakt in het laboratorium. Ik heb toevallig net een stuk over geschreven voor de nieuwe High Life. Dus in Nederland kom je het ook wel tegen, zo in vape. En ook ik heb gummies ook wel gezien met HHC erin. Ja, omstreden item, ook in Nederland, want het kan. Het Cannabinoïde Adviesbureau Nederland van August de Loor. Die heeft naar haar leden heel duidelijk een boodschap uitgedaan van wij adviseren ten strengste om dat spul niet te verkopen op welke manier dan ook. En ik vond het zelf wel, misschien loopt hij daar iets hard van stapel mee. Want het is vooral, we weten, omdat het zo nieuw is, weten we eigenlijk niet hoe slecht het is of dat het negatieve effecten kan hebben, weet ik veel. Wat ik me daarbij wel afvroeg, heeft dat voor jullie bijvoorbeeld bij Cibdol ook nog gespeeld? Synthetische cannabinoïden of HHC gaan gebruiken? Ja, ik heb zelf een bedrijfje naast mijn baan bij Royal Queens, heb ik een bedrijf heet Cannabis Bakehouse. En wij verkopen allerlei edibles met CBD en met terpenen. En wij hebben wel overwogen om deze producten te maken, maar... Ja, ik wil mijn vingers er nog niet aan branden, want er is nog te weinig onderzoek naar gedaan wat het precies doet. Mm-hmm. En dus wij hebben ervoor gekozen om daar niet mee te gaan beginnen in ieder geval. En als je ermee begint, moet het op de juiste manier verkocht worden. En op dit moment wordt het niet op de juiste manier verkocht. Het is op plekken verkrijgbaar, waarbij er te weinig informatie wordt gegeven over het product. Waardoor mensen denken dat ze een heel licht snoepje krijgen, maar liggen daarna te kruipen op de grond, zal ik maar zeggen. Dus ja, want dat is het idee, hè? Dat het effect eigenlijk heel vergelijkbaar is met dat van THC. Iets milder heb ik dan wel... ik heb zelf... Nee, ik heb die gummies nog liggen. Ik heb die niet genomen, omdat ik ook denk... ik ben toch meer van de natural product. Maar hoe sta jij tegenover HHC? Kom jij dat tegen? Of, Ik vind wat Shai zegt, is echt precies het goede wat je moet denken, denk ik. Er is zo weinig informatie en mensen springen te snel op die trein. Ja, om even snel geld te verdienen. Ja, en het, ik weet niet, als het al synthetisch is, ik rook genoeg natuurlijke wiet. Je komt wel aan je cannabinoïde. Ik kom wel aan mijn cannabinoïde. Tax. Precies. Maar goed, in Oostenrijk dus sinds 23 maart handel en verkoop verboden, bezit en gebruik niet. Dat is dan ook wel weer interessant. En als het wel rechtstreeks uit de wietplant wordt gewonnen, dan valt het onder de narcotica-wet in Oostenrijk. Dus zelfs dan ga je nog nat als je in Oostenrijk zit. Terwijl, zoals vaste luisteraars ook zullen weten, en jullie waarschijnlijk ook wel, in Oostenrijk kan je gewoon legaal stekjes verkopen. Ja, klopt. En is het inderdaad wat je doet met die plant, dat is eigenlijk een beetje waar het over gaat. Want lang heb ik gedacht dat het ging om zelfs bloeiende planten. Maar zelfs dat valt eigenlijk niet onder de wet. Het is echt, waarvoor doe je het? Dus het wordt ook vaak voor decoratieve doeleinden verkocht. Het zou mooi in Oostenrijk worden. Worden de plantjes gewoon in vendingmachines verkocht, weet je wel. Ja, klopt. Dus dat is echt lachen. Kom je in de winkel, kun je gewoon uit de vendingmachine gewoon je stekje halen. Ja, dat kan allemaal daar, hè? Zaadjes, stekken, alles. Ja, alles, ja. Ja. Geweldig is dat. Niet gewoon daar of niet? CBD-wiet. Je hebt er zelfs onbemande winkels. Dat is wel een klant van ons. Die hebben daar gewoon onbemande winkels in op de grens van Zwitserland. Toevallig. Ja, en dan zijn we onbemande winkels. Dan kun je gewoon naar binnen lopen. Kun je gewoon je spullen kopen en naar buiten gaan. Dus, allemaal CBD en aanverwante en CBD, stekjes, zaadjes. Noem maar op. Ja, ja. Maar geen HHC dus in ieder geval. Dat weer helaas meer. Maar Rens, nee. Even antwoord op je vraag te geven. Net. Inderdaad, wij bij Cibdol gaan we absoluut niks doen met synthetisch gebeuren. Absoluut. Nee, heel goed. Heel goed. Ja. Natuurlijk gesourced. Ja, precies. Ja. Goed. We gaan naar Zwitserland, want we hadden het net ook over. Die zijn heel toevallig al ook... Of in ieder geval, die gaan ook beginnen met het experiment met geregelde... Nee, die zijn dus al begonnen. Ze zijn al begonnen. Ja, ja. Heel verdomme. Ja, die hebben ons toch gewoon ingehaald. Maar dat heeft waarschijnlijk ook wat te maken een beetje met de omvang ervan. Want hier zijn het natuurlijk hele steden, hè, die merken nu naar de wietproef. En in dit geval gaat het dus maar om één stad, namelijk Basel. En even kijken, volgens mij hadden zich... een paar duizend mensen hadden zich daarvoor opgegeven. Ja. Maar uiteindelijk zijn 400 inwoners van Basel... die mogen meedoen aan deze wietproef. En die kunnen dus legale wiet kopen in de apotheek.
En de THC-percentages lopen uiteen van 4,5 tot 20%. Dus het is ook wel gewoon, ja, ook sterke wiet is te koop. De leeftijd van de deelnemers vond ik ook nog wel opmerkelijk. 18 tot 76. Dus een mooie brede steekproef. Ja. Mooie breed schaal. En de prijzen zijn afgestemd op die van de illegale markt in Zwitserland. En dat wist ik niet, maar de euro en de Zwitserse frank die zijn vrijwel hetzelfde. En de prijzen lopen dus uiteen tussen de 8 en de 12 euro. Dan denk ik per minuut of wij dat gaan halen dadelijk met de wietproef. Tussen de 8 en 12 euro. Dat zal toch wel. Ja, ik mag het hopen dat het... ik denk het ook wel. Als het duurder gaat worden, dan gaan we daar ook headed for disaster. Maar goed, er zijn meer steden, Zwitserse steden, Lausanne, daar is het inmiddels ook alweer goedgekeurd. Waar ze eigenlijk soortgelijke wietproeven gaan doen. Dus per stad. En niet vanuit de landelijke overheid, maar vanuit de lokale overheid. Ja, dan gaan we naar, naar Afghanistan. We hebben echt heel de wereld erbij betrokken. Ongelooflijk. Maak een internationale uitzending. In Afghanistan gaat het de verkeerde kant op. De Taliban hebben cannabis teelt in het hele land verboden. En bij ontdekking worden de planten vernietigd en de sharia toegepast op de kweker. Zo. Ja, dat is op 19 maart. Op zondag heeft de Taliban-leider Hibatullah Akhundzada, ik hoop dat ik het goed uitspreek, die heeft het bekendgemaakt. En inderdaad, de sharia voor de overtreders, voor de wietkwekers. Wat natuurlijk absurd is, want we weten allemaal dat in Afghanistan cannabis een ontzettend lange geschiedenis heeft. En nog steeds voor heel veel mensen en heel veel gezinnen de enige echte bron van inkomsten is. En ik zou de luisteraars in het kader van Afghanistan even willen wijzen op de hele mooie nieuwe editie die uit is gekomen van het boek Afghanistan Fortress of Cannabis van Lucas Strazeri, die wij te gast hadden in de IT-podcast. Aflevering 58, als je die nog niet hebt gehoord. Geweldig mooi boek. Hij heeft maandenlang gereisd door Afghanistan en het hele proces weten te fotograferen, wat dus levensgevaarlijk is om te doen. Ja. Maar nou ja, zoals wij zelf hebben mogen ondervinden, zo'n sympathieke, rustige, geïnteresseerde man. Dat je je ook alweer kan voorstellen dat iedereen daar hem het vertrouwen wilde geven om dat vast te leggen. Ja. Dus dat boek is van harte aan te raden. En dat kan je via zijn Instagram, @LucasWiseUp. LucasWiseUp. LucasWiseUp kan je dat bestellen. Kijk. Die Taliban, mogen die mensen daar Afghaanse, of ze mogen natuurlijk niet, maar de cannabis gaan ze illegaal maken, maar opium wat ze daar kweken, dat... Dat hebben ze niet genoemd. Dus precies. Wie weet dat wel gewoon door blijft gaan, want dat heb ik altijd wel begrepen van de Taliban, dat ze daar zelf nogal nodig aan verdienen. Financiering, hè? Dat is bizar. Bizar. Echt maf, hè? Bizar. Ja. Waarschijnlijk willen ze geen concurrentie. Ja. Het laatste nieuwtje, en dan gaan we over naar de mannen van Boy of van Ramdai. James Burton, de in Friesland woonachtige Amerikaanse medicinale cannabispionier. Hij mailde Derek het document van dat hij van president Joe Biden heeft gekregen. Een certificate of pardon for simple possession of marijuana. Ja, dat ziet er ook echt heel mooi uit. Met een soort gouden stempel zit erbij. En bovenaan staat dan President Biden en de volgende tekst. I hereby certify that the above named person, James Burton dus, who was convicted of a simple possession of marijuana offense against the United States of America on April 27, 1988, in violation of the United States Code, was pardoned only for simple possession of marijuana by the proclamation of pardon of October 6, 2022. Dat heeft toen dus ook vrij breed het nieuws gehaald, dat hij een aantal duizenden wietoffenders het strafblad helemaal blanco heeft gemaakt. En dat geldt nou dus ook voor die goede oude James Burton. Geweldig. Ik vroeg hem nog wel of dat betekent dat hij dus naar Amerika kan reizen zonder problemen. En dat is wel zo, maar hij heeft helemaal geen geld om dat te doen. En hij zei ook wel dat hij sinds de Vietnamoorlog liever niet... Terug naar Amerika. Maar het is toch wel, je gunt het hem wel dat hij dat in ieder geval zou kunnen. Het is een hele sympathieke kerel in ieder geval. Maar zou die er wel naartoe willen gaan dan? Of? Ja, en volgens mij nog wel. Hoe oud is hij?
Ja, die moet toch ook onderhand wel over de 70, in ieder geval over de 70 zijn. Ja, is wel echt op leeftijd in ieder geval. Nou, laten we dan bij deze. Royal Queen Seat betaalt zijn ticket retour naar Amerika. Regel jij dat, Dirk? Oké, dat kan ik in ieder geval doorgeven aan James. Bij deze, wij betalen zijn reis op en neer naar de sponsorweb. Wauw. Dat is bij deze genoteerd. Maar jullie moeten het even met hem regelen, dus dan hoor ik het wel en dan... Dat is goed, dat fixen wij. Ja, Dirk is, en het is mooi dat hij het nou ook weer kan. Dat hij inderdaad, dat hij niet opgepakt wordt als hij het zou doen. Precies. Ja, fantastisch. Dat is echt heel gaaf. Ja, nou en dan... ik zeg, laten we meteen de diepe induiken, Dirk. Nou ja, we hebben natuurlijk al het nodige, is zijdelings aan de orde gekomen. Maar wat ik in ieder geval wel leuk zou vinden, is toch dat we even helemaal teruggaan... In de tijd. Ja, naar het begin. Hoe jij begon met de Discover. Ik weet niet of mensen dat verhaal kennen. Ik vind het wel mooi. Je was advertentieverkoper en op die manier kwam je er eigenlijk achter van, hey. Ja, ik was eerst, ik liep eerst langs de deur. Ik was al eerst kopporteur. En dat houdt in dat je langs de deuren gaat om abonnementen te verkopen in mijn geval. Dat was voor boekenplaat ECI, dat bestaat niet meer. We hoorden bij de Bertelsmans groep, dat bestaat nog steeds wel in Duitsland. Een gigabedrijf is dat, die van alles en nog wat doen. Ja. En toen ik daar als comporteur bezig was, had ik een kindje gekregen, mijn oudste dochter momenteel. En toen dacht ik, god, elke dag langs de deuren gaan helemaal leven, dat schiet ook niet op. Ik ga wel iets anders proberen. Toen ben ik advertenties gaan verkopen bij bedrijven. Eerst telefonisch, dan gewoon bezoeken. En we hadden daar een lage basissalaris. En we moesten echt van de provisie hebben natuurlijk. Want hoe meer je verkocht, hoe meer je verdiende. Ondertussen had ik al 2 kinderen. En een van die gasten daar, die verdiende echt. Dat was de beste verkoper. Dus ik vroeg een keer op een dag. En ik zei, hoe kan het in godsnaam dat jij zoveel advertenties verkoopt? Zegt die boy, dat is een geheimpje. Ik zei, vertel. Ik zeg, wat is het geheim dan? Jij zit hier, je gaat altijd naar koffieshops. Ik zeg, koffieshops? En moet je nagaan in die tijd, ik was zo bleu als ik weet niet wat. En ik was echt een top, ik was echt geen topsporter, maar ik was echt een sportjong. Ik was de hele dag aan het sporten en noem maar op allemaal. Gezond eten, niet drinken, niet roken en noem maar op allemaal. En, zeker niet blowen. Zeker niet blowen, want ik rookte niet. Uh-huh. Ja. En net als ik nou nog steeds niet rook. En... dus ik zeg, koffieshop, hoezo? Ja, die koffieshop waar je hasje wiet verkoopt. Ik zeg, dat meen je niet. Ik zeg, adverteren ze? Mogen ze adverteren? Ja, die mogen adverteren. Ik zeg, maak je een keertje met je mee. Dus ik ben er mee. En inderdaad, ik had 5 afspraken die dag, zeg maar. En alle 5 mensen, van de 5 deden 4 mee. Maar alle 5 zeiden, eigenlijk zou er een blad moeten komen dat helemaal op de koffieshopmarkt gericht is. Dus ik zit die man te kijken. Ik denk, die man die spoort niet. Die gaat nou een drugsblad uitgeven, weet je. Ik zeg, wat een gek. Maar je moet nagaan, dat is 30 jaar geleden. Een heel andere tijd leefden wij toen met z'n allen. En toen ben ik zelf ook langs de koffieshops gegaan. Ook probeer te verkopen. Dat lukte aardig. Dat goed. En ik deed dat een maand of 2 maanden. En elke dag hoorde ik hetzelfde verhaal. Eigenlijk zal er een blad gewoon moeten komen over de koffieshopwereld. Objectief. Nou, in het begin denk je wat ik net al gezegd heb. Ja, die sporen niet. Maar op de duur ga je over nadenken. Ja, god, je hebt toch een vrijheid van meningsuiting in Nederland. En waarom zou dat niet mogen? Ja. Nou ja, tot op een dag dat ik tegen mijn vrouwtje zeg. Weet je wat, liever? Ik ga voor mijn eigen beginnen. Mijn vrouw helemaal blij. Ho, mijn man wordt een ondernemer. Die gaat voor zijn eigen beginnen. Oh ja, zegt ze, dat is leuk. Wat ga je doen? Ik ga een drugsblad uitgeven. Ja, ze viel fijner van de stoel natuurlijk. Ja, ze zegt, ben je godverdomme helemaal wel goed bij je hoofd? Ik zeg, rustig. Ik ga al een blad uitgeven wat informatie geeft over de markt. Ik ga niet erin handelen of whatever. Ik geef een tijdschrift uit, informatieve blad. Nou ja, lang vooral kort te maken. Toen zijn we inderdaad een advertentietje geplaatst in de Telegraaf. Heb ik Joop Mestrom toen aangenomen. En achteraf een hele goede keus geweest om Joop aan te nemen. Want dat was echt diehard. Een... Joop Mestrom nu van de CNNBS, voor de mensen. Eerste hoofdredacteur van Highlife. Ja. Ja. En die heeft, ere wie ere toekomt, die heeft het blad Highlife redactioneel met zijn redacteurs, waar Dirk één van was, heeft hij naar een ongekende hoogte gebracht. Absoluut. En de afspraak die ik met Joop toen had en met de journalistiek, ik zei, moet je luisteren jongens, ik heb er geen verstand van redactie, dat zijn jullie wel. Jullie doen de redactie en ik doe de commerciële dingen. Dat was de deal. En zo deden we het ook. Ja. Met vallen en opstaan. En zo gezegd, zo gedaan. En zo is Dirk ook bij ons komen werken. Ja, ja, mooie tijden waren dat natuurlijk. Ja, toen het echt nog heel... Henk Veldman. Hoe heet het?
Van Veldhoven. Van Veldhoven, Henk Veldhoven. Uit Nijmegen. Uit Nijmegen, geweldige man. Natuurlijk ook een echte wiet, wietstaf. Hoe lang heb je er gewerkt, Dirk? Vanaf bijna het begin. Ik geloof dat jullie een jaar bezig waren. Ja. Tot 97. Misschien moet je vertellen waarom Joop jou aangenomen heeft toen. Dat is een mooi verhaal. Nou ja, dat is eigenlijk dankzij jou. Ja, dat heb ik pas later gehoord. Dat was zo grappig. Ik heb namelijk dat advertentietje toen een keer gezien. Ja. Ik weet niet of het in de Telegraaf was of in de Volkskrant. En dat was inderdaad gezocht freelance journalist en fotograaf met affiniteit voor blowen, geloof ik. Zoiets stond er. Dus ik dacht, wat? Dat heb ik nog nooit gezien in een advertentie van, voor een baan. En dus ik weet ook nog dat ik dacht, nou, zelfs al komt daar niks uit, dan heb ik in ieder geval een mooi verhaal. Wat is dat voor baan, weet je wel, waar je affiniteit moet hebben met blow. Ja. Dus toen heb ik inderdaad famously met Joop Mestrom tegenover het station in Tilburg. Zat toen nog een hotel. Ja. En daar deed hij dus een sollicitatiegesprek. En ik vond het wel een... ik dacht, volgens mij is het wel goed verlopen. Maar goed, uiteindelijk kreeg ik zeg maar die job, omdat het althans als freelancer te gaan doen, mocht ik coffeeshops gaan testen en zo. En pas veel later, toen ik Joop echt al veel beter kende, want 5 jaar daarna of zo, toen heeft hij aan mij opgebiecht dat hij destijds had gezegd, want ik had toen al 2 kinderen namelijk. Beetje vergelijkbaar met jouw boy. Ik was er vroeg bij. Dat Joop had gezegd, luister eens even, zo'n een vader van 2 kinderen, what the hell. Ik wil hier een seks en drugs en rock'n'roll tijdschrift maken, niet iets voor huisvaders of zo. Dus ja, ik denk dat hij het wel kan, die jongen, maar ik moet geen huisvader. En toen heeft Boy gezegd, dat, althans in de versie van Joop, van wacht nou eens even, als die kerel 2 kinderen heeft, dan moet hij gewoon brood op de plank hebben. Klopt. Dat betekent dat hij zijn deadlines gaat halen en dat hij zijn werk gestipt zal doen. Wat ook wel klopt. Absoluut. Dus absoluut. Hij heeft mij toen na 5 jaar heeft hij me zijn excuses aangeboden, Joop. Dat hij me op de stapel nee had gelegd in plaats van ja. Dus dankjewel alsnog. Nee. Het was wel gedaan. Joop had me er al uitgegooid. Maar jij wist natuurlijk, omdat je zelf kinderen had, van dat zegt helemaal niets over je seks, drugs of rock and roll gehalte. Integendeel. Integendeel. Dat is natuurlijk ook, denk ik, voor de luisteraars heel interessant. Al heel snel eigenlijk nadat het tijdschrift er was, was er ook de High Life Cannabis Cup. Ja. De wedstrijd. Ja. Kan je eens vertellen hoe dat is ontstaan? De wedstrijd der wedstrijden. Kijk. We begonnen met High Life natuurlijk. We waren de eerste in Europa met de redactie samen uiteraard. Want het is toch een team wat je samen doet. Het was niet alleen ik of jullie, maar van samen deden we dat. En dat kan niet anders. En we zijn altijd nog steeds met bedrijven die altijd de teamplayer geweest. En altijd ook geworden en ook altijd geweest. Maar antwoord op je vraag te geven. We hadden de tijdschrift. Dat was natuurlijk een gigasucces geworden. En toen zaten we ook te kijken naar de High Life beurs. De High Life Nederwiet Festival was eerst toen. Daarna kwam pas de Cup volgens mij uit mijn hoofd. Eerst was de High Life Nederwiet Festival in Ahoy. Volgens mij was het daarvoor al een Cup. Daarvoor? In Utrecht. In Utrecht, precies. Ja. Oude Gracht. Op de Oude Gracht, Maar heel klein nog. Heel klein. Wel met het idee van wat is nou de beste wiet. En dat had te maken, uiteraard praat je met heel veel met de koffieshophouders en de mensen die daar werken en mensen die in die branche werken. Iedereen zei, god, eigenlijk zou dat een cup moeten zijn. Net als vroeger de High Times Cup is, zeg maar. De Amerikaanse versie. En die Amerikaanse versie. Nou ja, dat was niet tegen doofmans oren verteld natuurlijk. Dus zo ambitieus als we waren, wij met de redactie, jongens, wat gaan we doen en hoe gaan we dat doen? En nou, laten we maar even beginnen. En we zijn gewoon spelenderwijs eigenlijk begonnen. Ja. Niet wetende wat voor impact dat zou kunnen hebben, moet ik eerlijk zeggen. Althans, ik op dat moment niet. Misschien jullie wel, dat weet ik niet. Maar want het was volgens mij, daarna is toch ook de panorama daar opgesprongen. Precies. Van coffeeshop van het jaar. Ja, en dat soort dingen. Werd echt zo'n sneeuwbal. Ja. Dus we wisten ook niet wat voor effect dat ze hebben. Maar vond het leuk. Überhaupt wel dat blad, want niet alleen de Cup, ik herinner me ook, ik denk van de High Times in Eindhoven. Dat Joop schreef destijds een rubriek die heette Joint van het kwartaal. Ja. En dan was gewoon wat hij zo'n beetje hier en daar had gerookt, zeg maar. Ja. En in een van die afleveringen had ik gezegd van, ik heb nou iets van de coffeeshop in Eindhoven, van de High Times, Northern Light. Nou, ongelooflijk. Zo goed. Hij had ook een mooie omschrijving, zoiets. Helemaal glitterend van kristallen, overvol met weet ik veel. Hij had het mooi poëtisch omschreven.
En de impact daarvan heb ik dus jaren later pas gehoord van de eigenaar van Uithuizen. Die zei van, ze stonden letterlijk in de rij. Ze kwamen ook uit België. Ja, en zei allemaal van, die Northern Light die in Harlife stond, weet je wel. Dus dat, ja, van die soort dingen heb ik vaak pas later vernomen. Maar die impact die was er zeker wel. Giga, maar wij hadden dat helemaal niet in de gaten in het begin. Wat voor impact dat had. Maar er was ook niks anders natuurlijk. Hè? Dat klopt. Dat is een beetje opa vertel, maar het was wel zo. Er was nog niet internet. En er was, absoluut weet je wel, niet. Maar het is ook geen toeval dat toen wij met Highlife begonnen, Derek, dat in één keer, want toen wij begonnen was, je had Sensisheets, je had Positronics en voor de rest had je volgens mij nog niks uit mijn hoofd. Toen wij met Highlife uitkwamen, kwam ineens de Homegrow Shop in Rotterdam en kwam in een jaar tijd 10, 20, 30 Homegrow, of ja, zeg maar, Grow Shops in Nederland. En toen 50, 100, 200. Dus op. Absoluut, dus wij hebben absoluut, met de nadruk absoluut, bijgedragen aan de volwassen worden van de cannabisindustrie in Nederland en in Europa. 100.000%. Ja. Dat was ook wel een geval toen wij de Highlife Nederwiet Festival gingen organiseren. Dat over heel Europa mensen hier naartoe kwamen in Ahoy Rotterdam. Was gewoon uitverkocht. Ja, dat was bizar. Dat was bizar. En alle pers van de wereld, van CNN tot noem het maar op, alles Japanse was er. Televisie. Alles was er. Het was net als Woodstock. Dat is in Amerika Woodstock ging organiseren. Zo organiseerde het Nederwiet Festival. En het was zo overweldigend voor ons allemaal. En toen is Highlife Magazine door de raket omhoog gegaan. Ja. Omdat heel de wereld kende Highlife Magazine ineens. Ja, dat was inderdaad gek. Ongekend. Mensen konden gewoon niet voorstellen dat je in het openbaar, zeg maar, roken, ging zeggen van wat is de beste wiet en we gaan allemaal wiet roken. Want dat kon natuurlijk toen ook allemaal nog. Niks rookverbod was er allemaal nog niet. En we lieten dus Cypress. Ahoy stond helemaal blauw inderdaad. Cypress Hill had op. Cypress Hill, Herman Brood, Osdorp Posse. Ja. We hadden daar een... Wat een line-up. We hadden een line-up, jongen. Nou, dat was geweldig. En eerder wie hier toekomt nogmaals, Joop is de man die van muziek. Dus ik ging naar Joop. Ik zeg, Joop, Ik wil een festival organiseren. Welke muziek moet ik laten komen? Ja, boy, Cypress Hill natuurlijk. Ja. Zeg, who the fuck is Cypress Hill? Zeg ik tegen je. Ja, die timing was ook perfect. Perfect. Want ze hadden net een jaartje, denk ik, zo dat iconische album uit met Insane in the Brain en al die geweldige nummers van Cypress timing Hill. Was top. Was inderdaad perfecte timing. Ja. Maar daar moet ik dan ook ere wie ere toe komt. Want ik herinner me nog als de dag van gisteren, dat we inderdaad gewoon een beetje zaten te brainstormen zo rond een veel kleiner tafeltje. Ja. Waar we nou zitten. En dat jij op een gegeven moment zei van, nou, dan doen we het toch gewoon in Ahoy. En dat Joop en ik altijd zoiets hadden van, ja, die gast die spoort niet. Weet je wel. Wij willen ook wel een groot feestje geven, maar je gaat toch niet serieus voorstellen dat je de Ahoy wel vol krijgt met blowers. Nou ja, dus wel, ja. Was mooi, want ik kwam bij Mojo terecht, omdat Cypress Hill is Mojo natuurlijk. Die Michael Jackson, U2, Rolling Stones, alles naar Nederland haalt. Want zonder die gasten kun je die grote artiesten niet halen. Dus ik kom daar en ik vergeet het nooit meer van mijn leven. Ik was op een zomerse dag, ik was met een vriend van mij, Bertus van Berkel. En wij gaan daar naartoe om voor de festival te praten. En er komt ineens een man daar aangelopen met een korte broekje, slippertjes, t-shirtje. Ik denk, wat is dat voor een vent? Ik denk, ja, die doet hier weet ik wat, misschien ramen wassen of weet ik wat. Maar die komt naar me toe, die gaat zo tegen het bureau staan. Hij zei, zo jongens, zeg het maar, wat kan ik voor jullie doen? Mijn naam is Leo Rademakers, wat kan ik voor jullie doen? Dus ik denk, oké, ik zeg, ja, ik zeg maar, wie bent u dan? Ja, ik ben de eigenaar van Mojo, zegt hij. Oh, bent u de eigenaar? Ik zeg, nou, ik wil een Nederwietfestival organiseren. En hij stond zo. Wat wil jij doen, zegt hij? Ik zeg, ja, ik wil graag een Nederwietfestival organiseren. Oh, zegt hij, nou ga ik zitten, zegt hij. Want zulke mensen krijg ik niet vaak hier. Die zulke gekke ideeën hebben om Nederwietfestival. En hoe zie jij dat dan, zegt hij tegen mij. Ik zeg, nou, die wil ik graag in Ahoy doen. In Ahoy, zegt hij. Ja, zegt hij, wacht eventjes. Dit is zo leuk, zegt hij. Hij pakt zijn telefoon. Ze hadden zo die vaste telefoons nog. Hij belt de directeur van Ahoy. Ja, je gaat het niet geloven. Ik heb hier een meneer die wil de Nederwietfest van Ahoy doen. Oh, zegt hij. Wat, zegt hij? Ik zal even vragen. Boy, ben je ooit in Ahoy geweest? Zegt, nee, ik ben nooit in Ahoy geweest. Een lachen. Nee, hij is ook nog nooit in Ahoy geweest. Laat hem maar komen. Dus ik ging daar naartoe met Bertus van Berkel, een maatje van me. En Leon zegt, doe me een plezier. Kom alsjeblieft Alec terug, want ik wil jullie ideeën weten en ik wil graag wat jullie gezien hebben. Want dit maak ik niet elke dag mee dat iemand die nooit in Ahoy is geweest en nog een festival wil organiseren. Ik heb mijn sporen niet. Ja. Dus wij gaan naar Ahoy dadelijk en ik sta midden in Ahoy.
En ik denk, what the fuck? Dit is wel groot. Ja, het is echt groot. Dit is echt groot. Ik zeg maar, ja, oké. Okay. Dus wij naar Leon toe. En Leon komt weer uit de vergadering. Hij zegt, jongens, hoe was het? Ja, goed. Ja, zegt hij, moet je luisteren. Ik zit in een vergadering, dus ik maak voor jullie speciaal even tijd. Moet je luisteren. Dit is het papier. Dit kost het allemaal. Ahoy, om te huren. En ik wil volgende week van jou weten, go of no go, en welke artiest je mee wil nemen. Welke we moeten boeken. Ik zeg, oh, ja, dat is goed. Dus ik doe met Joop en jullie gesproken, blabla, artiesten. Dus ik bel Leon op. Ik zeg, god, willen Herman Brood, Osdorp, Posse. Nee, we moesten er naartoe gaan. Wij daar naartoe. Die en die willen, oké, okay, die gaan we boeken. Ja, zegt hij, maar dat een rekensommetje kost, weet ik, laat het 400.000 of 500.000 gulden doen. Dat was heel veel geld, inclusief, ja. Inclusief huur. Personeel was 400 totaal, met artiesten was 400.000. Nou ja, ik had geen rode dooien natuurlijk, want ik was net van mijn eigen begonnen. En dus hoe moet ik nou aan 400.000 gulden komen? En ik was net een huis aan het bouwen. En splinternieuw huis. Ik denk, nou, daar gaan we dan. Ja, zegt hij, je krijgt een week de tijd over na te denken. En dan moet je zeggen, go of no go. Ja, dat is goed. En dan wil ik graag voor volgende week donderdag weten. Ja, is goed. Dus wij gaan weg. Ja, zegt Bertus tegen mij, boy, hoe ga je dat doen, man? Ik zeg, Bertus, ik heb geen 400.000 gulden. Nee, dat snap ik, zegt hij, dat je dat niet hebt. Ik zeg, maar laat me maar een paar nachten overslapen en dan ga ik eens even kijken. Dus, en ik moest hem zeg maar woensdag of voor donderdag bellen, weet je wel. Dus ik bel hem op. Ik zeg, Leon, we gaan het doen. Mooi, zegt hij. Dan krijg je de contract toegestuurd, moet je tekenen. En je moet hier op kantoor komen, moet je contract tekenen. En je moet privé borg staan. Ik zeg, pardon? Ja, zegt hij, ik wil dat je privé borg gaat staan, want ik ken jou niet. En je bent een beginnend bedrijf, dus ik ga de risico niet lopen. Dat betekent, boy, goed luisteren, als verkeerd gaat, raak je alles kwijt. Zo. Ik zeg, ja, dat is wel duidelijk. Ik zeg, maar je ziet me hoogwaarschijnlijk wel verschijnen op jouw kantoor. Dus ja, is goed, zegt hij. Dan en dan. Dus ik met Bertus besproken. Ondertussen was mijn nieuwe huis, ik was een vrijstaand huis aan het bouwen, was een paar jaar bezig, was net de dak erop. En alles. En ik kom daar bij hem kantoor. Daar. Ja, zegt die boy, hier is contract. Hier tekenen. En hier je privé borgstelling op. Dat je er, als er wat gebeurt, dan gaan we bij je privé halen. Als je bedrijf niet kan betalen. Dus ik met mijn ogen dicht getekend. Mijn vrouw wist er helemaal niks van af. Helemaal niks. Dus je moet nagaan. Als het verkeerd was, was ik mijn huisje en alles uitgezet. Alles. Was ik, had echt zwart of rood gespeeld. Voor een festival eigenlijk, hè? Ja, zit voor even zo zwart. Ja, 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 heel goed. Heel goed. Dus ik had de kans mijn tijdschrift kwijt te raken. Ik had de kans mijn huis kwijt te raken. En ik had de kans mijn familie kwijt te raken. Maar waarom deed je het toch? Omdat ik er heilig in geloofde. Ik geloofde erin. En dat doe ik nog steeds. Als ik ergens in geloof, dan kom ik dadelijk op C-Tech, F1 Hybrid Seats, kom ik dadelijk op. Als ik ergens geloof, kan er gebeuren wat er wil. Als ik in geloof, dan doe ik het. En dan zorg ik dat het succes wordt. En natuurlijk moet je af en toe geluk hebben. Maar in ieder geval, ik tekende privé borgstelling en alles. Mijn huis als borg. Nou ja, de rest is history. Het is een gigasucces geworden. Ja. En na de festival, 2 dagen daarna, vertelde ik mijn vrouw het verhaal. Dat ik zeg, ik moet je wat laten zien. Wat dan, zegt ze. Ik zeg, kijk eens hier. Moet je eens lezen wat dit is. Borgstelling, contract. Ja, zegt ze, je hebt getekend. Waar houdt dat in? Ik zeg, nou ja, lieverd. Achteraf kan ik je wel vertellen. Ja. We hebben die festival gedaan. Maar ik moest borg staan. En als het verkeerd was gegaan, dan had ons huis uitgemoet. Wat, zegt ze? Ben je maar gek geworden? Toen heb ik 3 dagen geen lichte geluid gehad. Hij is niet bang. Maar godzijdank is dat een succes geworden. Maar that's me. Als ik ergens voor ga, dan ga ik er volgen. Ja, ja, ja. Nou, no guts, no glory. Nou ja, natuurlijk. Mooi verhaal. Zo werkt het natuurlijk. Nou, ik weet niet of dat zo tuurlijk is. Maar nou, even tussendoor nog. Ik bedoel, je zat met je vrouw. Maar hoe dachten, als ik dat mag vragen van jou. Maar hoe dachten bijvoorbeeld jouw ouders erover? Dat je in deze kant op bent... Dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag. Kijk, mijn moeder die leefde nog toen, gelukkig. Dus mijn moeder heeft dat nog meegemaakt. Mijn vader en moeder waren gescheiden. Mijn moeder heeft ons altijd vrijgelaten. Ze zei, jongen, zolang je niet steelt, berooft en weet ik wat voor rare dingen, doe wat je moet doen. Zolang dat legaal is, weet je wel. Ja. Dus mijn moeder was heel trots wat we deden. Ik kom uit een gezin van 12 broers en zussen. Natuurlijk hadden mijn broers en zussen ook wel eens gedacht van, waar is die gek mee bezig, weet je wel. Want 30 jaar geleden of 33 jaar geleden is een andere tijd.
En de mensen dachten ook anders over cannabis, coffeeshops, hash, wiet en noem maar op, als momenteel natuurlijk. Ja. Kijk, door de CBD-verhaal is cannabis geaccepteerd en wiet is geaccepteerd, meer als vroeger. En, maar antwoord op je vraag te geven, mijn familie had ook wel eens een bedenking over, ja, waar is die allemaal mee bezig, die man? Ja. Tuurlijk. Want waar zat jij in het gezin met al die kinderen? Ik was één na jongste. Okay. Ik was, Jimmy was, is 1 jaar jonger als mij. Uh-huh. Dus ik ben 1 jaar ouder dan Jim. Okay. Ja. Ja, want dat is natuurlijk ook iets. Volgens mij heb jij altijd in al je bedrijven met familie gewerkt. Dat is eigenlijk toeval. Want Jim en ik waren natuurlijk broers. En Jim heeft bij mij vroeger gewerkt. Shai is de enige geweest, daar zal ik dadelijk iets over vertellen, die bij mij per se wou werken toen hij al heel jong was. Oké, want dat vroeg ik me, ja. Dat vroeg ik me af. Hoe en dat zal hij zelf wel iets over vertellen, hoe die begonnen is dadelijk. En wat ik wel gedaan heb, en dat is wel een gamechanger geweest. Ik heb 4 jaar geleden, denk ik, dat iedereen met elkaar geroepen had. Was dat 4 jaar geleden? Ja, 3 jaar. Of 3 jaar, ja. Ik heb 3 jaar geleden, heb ik al mijn kinderen bij elkaar geroepen. Ik heb 6 kinderen. Voor de luisteraars, waarvan er eentje 15 is, die mocht niet bij dat gesprek zijn, maar die anderen waren 32 tot en met 26, 27. En die mochten wel bij het gesprek zijn. Toen heb ik tegen hun gezegd, ik zei, moet je luisteren. Had ik met mijn financieel directeur een hele presentatie gemaakt. Ik heb gezegd, vandaag ga ik aan jullie alles laten zien wat ik heb en wat ik niet heb. Hoeveel schulden ik heb, welke bedrijven ik heb, welke deelneming ik heb en ga zo maar door allemaal. Maar ook hoeveel schulden natuurlijk. Want het is niet alles wat goud wat blinkt uiteraard. Dus, en de reden dat ik dat wil doen, zeg ik tegen mijn kinderen, is ik wil, als ik morgen tegen een boom omhoog rij, dan moeten jullie weten wie je vader was, zakelijk gezien wat hij allemaal deed. En dan zou ik niet goed vinden als andere mensen jullie verhalen moeten vertellen. Ik wil dat jullie dat zelf moeten weten. Dus nou, zo gezegd, zo gedaan. En toen op het laatste van dat gesprek zei ik, moet je luisteren. Ik ga geen van jullie 5 vragen om bij mij in het bedrijf te komen werken. Het moet van jullie zelf komen. En binnen 1 jaar werkten alle 5 bij mij. Oh, wow. Okay. Daar ben ik zeer, zeer trots op. En ben ik heel blij mee. Want het is echt een familiebedrijf geworden. Mm-hmm. Wat we doen. En ik ben blij om hier vandaag langs Shai te zitten, want dat is de CEO wereldwijd geworden van Royal Quincy. Dat moet het gezicht gaan worden aankomende decennia van Royal Quincy ook. En, maar ja, dan moet hij daar zelf iets over vertellen. Nou ja, maar dat vind ik wel interessant. Dat jij zegt, de enige was die denkt, ik wil die wereld in. Want je zei al, jointjes ruiken, spreken. Ja, vroeger al toen inderdaad over die beurzen. Toen gingen we al mee. Toen waren we denk ik 1 jaar of 10 of zo. Ja. Toen gingen we mee naar die cannabisbeurzen. En er waren toen van die highlife asbakken. En die moesten eigenlijk weggegeven worden. Maar wij gingen die verkopen daar aan de balie, weet je wel. Dus wij zagen allemaal leuke mensen allemaal voorbij komen en lachen. En hoe ouder ik werd, hoe meer ik meekreeg van de branche. En ik zag hoe vrij het was en hoe relaxed iedereen met elkaar omging. Dus ik dacht al meteen van, ja, hier wil ik later echt werken, weet je wel. Want ik heb geen zin om heel de dag in pak te lopen of ergens heel serieus te moeten doen, weet je wel. Dus ik dacht van, weet je wel, dat past mij wel. Dus toen ben ik eigenlijk, toen naast mijn school ben ik eigenlijk altijd bij mijn pa gaan werken om zaadjes in te pakken. Gewoon heel laagdrempelig. Ja, gewoon inpakwerk, eigenlijk heel simpel werk. Toen werd ik wat ouder, toen moest ik van mijn vader ergens anders gaan werken. Hij zei van, ja, ga maar eerst ergens anders ervaring op doen en dan mag je wel terugkomen. Dus dan heb ik 1 jaartje printers verkocht en kopieerpapier en ook heel veel van geleerd, want ik werd daar neergezet en hier ga maar verkopen, dus jouw postcode en succes ermee. Dus maar na 1 jaar ben ik toch teruggekomen en toen moest ik gewoon onderaan de ladder beginnen, gewoon customer support doen voor de webshop orders. En toen ging de sales manager weg. Toen heb ik de kans gekregen om die functie te bekleden. En ja, dat beviel me eigenlijk zo erg goed. Want ik ging reizen, ik ging naar beurzen toe, ik ging naar klanten toe. Ik deed veel reizen. In die tijd zijn we ook van Nederland naar Barcelona toe verhuisd. Heb ik ook 1,5 jaar in Barcelona gewoond. Om daar alles mee op te zetten. Dus gigantisch mooie tijd gehad daar. Maar uiteindelijk ben ik terug naar Nederland gekomen. Want ik had hier een vriendinnetje. En die zei ook een keer op een gegeven moment van, ja, of je zoekt daar maar een nieuwe vriendin. Of je komt maar terug, weet je wel. Niet in Barcelona. Dus toen kwam, wie wil dat nou niet? Ja, ja. Wilde ik familie en vrienden hier. Dus toen ben ik teruggekomen. En toen ben ik eigenlijk vanuit hier gaan werken. En toen was ik 23. Dat is nou een goede 6 jaar geleden. En toen ben ik een keer het gesprek aangegaan met mijn pa van, ja, hoe zie jij de toekomst voor je, weet je wel? Ga je binnen nou in 5 jaar stoppen? Kan ik binnen het bedrijf gaan groeien? Of hoe zie jij het precies? En toen zei hij van,
ja, ik ben nog jong en fit en ik heb er nog zin in. Ik wil nog zelf vol gas geven. Dus ja, voor nu blijft het gewoon zoals het nu is. En ik was best jong en ik was eigenwijs. En ik had altijd een droom om een eigen bedrijf te hebben. Je was eigenwijs. Ja. Nou nog steeds. Ja, nog steeds wel. Hoor. Dus, ja, op een gegeven, dus toen zei ik op een gegeven moment van, ja, dan neem ik ontslag. Dus mijn pa zegt van, ja, die keek me echt aan van, hij maakt die grapje, weet je wel. Dus ik zei van, nee, ik neem ontslag, dan begin ik voor mezelf. Toen zei hij, ja, waar ga je dan voor jezelf beginnen? Ik zei, ja, ik ga een distributiebedrijf beginnen in smartshop artikelen. Dus in truffeltjes, cannabiszaden, CBD-producten. Ik zeg van, ik denk dat er wel handel in is. En hij zegt, nee, er is geen handel in, daar verdien je geen stuiver in. En je mag best weten, ik verdien het best goed bij toen al bij Royal Queens iets. Maar ik dacht echt van, ja, nou ga ik helemaal voor mezelf beginnen. Dus ik zei van, ja, ik stop er volgende maand mee en dan begin ik mooi voor mezelf. Dus toen ben ik eigenlijk voor mezelf begonnen in die groothandel in smartshop artikelen. En ja, mijn pa zei ook van, ja, hoeveel geld heb je nodig? Dan help ik een beetje. Maar ik dacht van, echt, ik neem geen euro aan. Want hij deed zo ja, kleinerend over dat ik mijn eigen bedrijf wou beginnen. Ik dacht, ik begin lekker helemaal op mijn eigen spaarcent. Ik had toen 20.000 euro of zo. En dus al dat geld had ik toen in een bedrijfje gestoken. En toen zo ben ik eigenlijk begonnen. Dus ik deed dan, 's ochtends deed ik dan mailtjes beantwoorden. 's Middags deed ik rondrijden, bij klanten langs gaan. En 's avonds deed ik dan ordertjes inpakken. Ja. Dus en dan zei ik altijd tegen klanten van, ja, als je vragen hebt over factuur of zo, stuur me naar administratie@srholster.com. Dan neem mijn administratieafdeling, neem het wel op. Maar dan was ik ook gewoon zelf, weet je. Maar zo, zo ben ik eigenlijk begonnen. En daarnaast gewoon met andere bedrijfjes opgesteld, merkjes opgebouwd zoals Cannabis Bakehouse, ja, en nog een paar andere ondernemingen. Supplementen, CBD en sport, ja. Icrocan heb ik toen overgenomen, dus heel veel dingen ben ik er daarnaast bij gaan doen. En toen is het wel een sneltreinvaart gegaan, ook twee smartshops opgericht in Utrecht en Os. En toen kwam ik toevallig bij een Canadese partij terecht die wel interesse had om mijn groothandel over te nemen. Dus die heeft toen mijn groothandel overgenomen en mijn twee winkels. En toen had ik nog wel een aantal merkjes waar ik zelf mijn ei in kwijt kon. Maar was allemaal relatief kleinschalig. En toen, toen kwam ik in mijn pa een keer van mijn kantoor. Hij zegt, kom eens even zitten. Dus hij zei, is het niet mooi om een keer terug te komen bij Royal Queens, weet je wel. Want we zijn met heel veel mooie projecten bezig. We willen naar Amerika toe. We zijn met F1 hybride zaden bezig. En hij vertelde een heel mooi verhaaltje zoals hij dat kan doen. En toen zei ik van, ja, ik moet er even thuis over hebben, maar ja, ik ga het denk ik toch wel doen. Ja. Dus nou ben ik eigenlijk sinds juni terug en bevalt wel erg goed. En, want hoe was dat voor jou, die periode, dat je Shai al die dingen zag doen? Had je de hele tijd trots. Zoiets? Ik was heel trots op hem, dat ben ik nog steeds. En kijk, het mooie is, Shai is bij ons, ik zei wat Shai net vertelde, ik zei, hij kwam bij ons werken. Ik zei, jongen, ga nou ergens anders werken, want daar leer je het meeste van. Nee, zegt hij, ik blijf hier werken, ik ga nergens naartoe. Ik zeg, nee, je gaat weg. Ik blijf hier zitten, zegt hij. Ik ga nergens naartoe. Dus hij bleef gewoon zitten. En dus daar, dus heeft het gewoon afgedwongen op een illegale manier eigenlijk om bij ons te werken. En, maar ik ben natuurlijk, omdat je kinderen is en of ze nou puntjescheppers zijn of een eigen toko hebben, het zal wel. Maar je bent, als zolang ze lekker in de veld zitten, dat is het enige wat je wilt. Ja. En het mooie is, kijk, die kinderen hebben van kleins af aan gezien dat ik altijd bezig was en bezig ben en met van alles en nog wat. En ik ben blij dat ze, als ik ze nou terugkijk op dit moment, het zijn er 3 of 4 van de 5, die zijn gewoon voor hun eigen begonnen. Mm-hmm. En dus, ja, dan ben ik super, super dankbaar en blij en trots op natuurlijk. Ja. En natuurlijk, het is niet altijd makkelijk om met familieleden samen te werken. Want natuurlijk tegen je vader zeg je veel meer dan, en hij ook tegen mij, dan tegen een derde, weet je wel. Ja. Mm-hmm. Dus af en toe heb je ook altijd discussies of zo. Dus het is niet altijd even makkelijk. Maar het is aan de andere kant natuurlijk wel heel erg leuk om samen te werken. Ja. En mooie nieuwe projecten aan te pakken en successen te behalen. Dus, want hoe was dat toen je zeg maar veel jonger was om, ja, je vader is cannabisondernemer. Dat is een nieuw, dat kunnen wij zeggen. Of? Ja, ik was toen op de middelbare school, was dat wel een dingetje. Want we hadden ook destijds hadden we toen een coffeeshop hier in Uden en die heette Guna Guna. En heel stille kracht. Ja, ja. En heel veel mensen die kenden mijn eigen naam niet. Die noemden mij, hey, Guna Guna, weet je wel, de hele tijd, weet je wel, ja. Dus, ik wist niet beter. En ik was er altijd alleen maar heel trots op, weet je wel. Dus, maar heel veel mensen keken ook tegenop, want toen reed hij altijd wel wat dure auto's. En vonden mensen altijd interessant. En, dus ik heb er nooit echt negatieve dingen meegemaakt, eigenlijk. Oké, okay. Ja, dat is wel bemoedigend om te horen.
Ja. Het is toch, weet je wel, je woont niet in een grote stad. Je zou je ook kunnen voorstellen dat mensen negatief op reageren. Ja, maar meestal leeftijdgenoten niet. Maar het was meer... Ja, dan is het gewoon cool. Ja, ja, zeker. Het was meer ooit ouders van vriendjes of schoonouders. Of die er wel... Ja. Ja, dat, maar je zit heel instemmend te knikken. Ik heb het ook al meegemaakt inderdaad. Dat schoonouders er toch niet zo blij mee waren met wat voor vakgebied ik in zat. Ja, ga maar uitleggen wat je doet, hè. Ja, precies. Ja. Maar even terug te komen wat je net vroeg en zei. Vooral de kinderen in de zaak. Kijk, een van de redenen dat ik het zo gedaan heb. Ik wil niet dadelijk de ondernemer zijn die dadelijk 70 is. En nog steeds achter de stuur zit. Kijk, die markt waarin wij begeven verandert zo vlug, zo snel. Vooral door de legalisatie Canada, Amerika, Zuid-Afrika. Wat er in Zuid-Amerika gebeurt. En hopelijk dadelijk ook in Europa gaat gebeuren. Helaas zijn we heel later mee. Maar Thailand. Thailand niet te vergeten. Ja. We hebben daar een winkel. Daar gaan we daar nu over. Ja, is goed. Ja. En als je... ik wil niet die ondernemer zijn die als hij dadelijk 70 is nog steeds dingen gaat beslissen. Dus vandaar ik ben nu 57. Ik ben bij Shai toen gegaan, wat Shai net ook heel juist verwoord heeft. Ik zeg, moet je luisteren, ik wil gewoon aankomende 5 jaar met je samen dingen gaan doen. En jij moet het gezicht gaan worden, niet ikke. Weet je wel. En jij bent de nieuwe garde, jij bent de jeugd. Jij begrijpt de jongeren en de jeugd beter dan ikke. En jij moet het gezicht worden, jij moet de strategie bepalen dadelijk. Hoe het bedrijf naar de next level gaat maken. En wel als familie dan. Ja. Weet je? Ja, want laten we inderdaad even teruggaan naar de rode lijn. Discover natuurlijk. Ja. En jij hebt het verkocht in 2008. Zo, ja. En ja, rond dezelfde tijd begonnen met Royal Queen. Hoe ben je destijds tot het besluit gekomen om eigenlijk toch het roer om te gooien? Nou, dat is eigenlijk, kijk, André Beckers, de advocaat, de beste cannabisadvocaat van Nederland. Die kennen we natuurlijk al 33 jaar. Dat is altijd ons advocaat geweest. In de Tweede Kamer zijn 3 keer kamervragen over mij gesteld. En André heeft me altijd vertegenwoordigd. En André heb ik later, in de loop der jaren, uiteraard een waanzinnige vriendschappelijke band mee opgebouwd. En op een dag belde André me op, zei die boy, zegt hij. Want André schreef ook een column, hè, nog steeds, in de High Life magazine. André zei, boy, zegt hij... Ik zit helemaal midden in de politiek. Ik volg alles en noem maar op. En ik heb een advies voor je. Ga je niet leuk vinden? Ik zeg, vertel. Welk advies heb je voor mij? Ja, dat je de highlight moet verkopen. Ik zeg, wat zeg je me nou? Ik zeg, ben je bij gek geworden? Ik zeg, waarom zou ik de highlight moeten verkopen? Ja, zegt hij. Ik zie heel veel donkere wolken komen. En jij volgt de nieuws zelf ook. Je ziet het zelf ook. Er is zo'n antipathie tegen cannabis, hennep in Nederland. En de grow-shop die nou met honderden tegelijk zijn, die worden allemaal gesloten. Ik zeg, André, flikker eens op, man. Doe even normaal, jongen. Boy, zegt hij, je bent mijn maat. Ik vertel het je gewoon. En als ik zie wat de Tweede Kamer, wat voor regels ze maken, en welke, wat ze wel of niet willen, de tijdschriften gaat een hele moeilijke branche worden. Ik zeg, heb je nog goede nieuws? Ja, zegt hij, dat je een verkoper moet zoeken. Een koper moet zoeken die het wil kopen. Zeg, André, ik ga erover nadenken. Nou ja, dus ik heb dat uiteraard even laten zakken. De volgende dag belde ik André op. Ik zeg, vriend, ik denk dat je wel gelijk hebt. Ik ga het te koop zetten. Dus binnen 24 uur had ik hem aan de lijn. Ik zeg, je hebt gelijk. En weet je al aan wie? Zei hij tegen mij. Ik zeg, nou ja, ik weet nog niet aan wie, maar ik ga wel een paar mensen praten. Nou ja, ik ging met Canna praten, waar mijn grootste adverteerders. En de vader van Jeroen heeft dat toen later gekocht. Dus de persoon die ik eerst mee sprak, die heeft het ook meteen gekocht. En het lullige van alles is, en weet je wat, ik verkocht het. Dus ik zei, jongen, ik verkoop, ik trek me helemaal terug. Je gaat niet nog 5 jaar werken. Ik verkoop, succes, dan heb je de sleutels en alles. En personeel, alles mag je doen. Ik begin dadelijk wel een keer overnieuw met iets. Ik weet nog niet wat ik ga doen. Ik zeg maar succes, maar ik ga niet nog aan de roer blijven dan. Want dat heeft geen zin. Je kunt niet 2 kapiteins aan de roer hebben. Maar gelukkig dat ik het ook zo gedaan heb. Maar het lullige van alles is, binnen 1/2 jaar, wat André zei, gebeurde ook. Ja. Binnen 1/2 jaar. Dramatisch. Dramatisch. Een bloedbad. Bloedbad in de cannabisindustrie. Alle growshops dicht. Ze mogen niet reclame maken. En de tijdschrift ging van bijvoorbeeld 120 pagina's naar 30 pagina's. Bij wijze van spreken. Ja. En bijna geen adverteerders. Dus dat was echt een ramp in Nederland. Gelukkig gaven we in 7, 8 landen in Europa nog tijdschriften. Dus dat was de redding van de nieuwe eigenaar. Maar dat is, ja,
achteraf ben ik uiteraard heel blij dat ik de magazine verkocht heb. Maar met de magazine, daar is alles mee begonnen. Distributie, de distributeurs die je kent. Je hebt gezien hoe de markt, als je een product hebt, hoe je dat in de markt kunt zetten en noem maar op. En ik verkocht de tijdschrift, toen ben ik een coffeeshop begonnen. Heb ik van een vriend van mij, Henk van der Brand, kunnen overnemen. Heb ik 5-6 jaar gedaan. En toen was ik ondertussen ook al Royal Queen Cheats begonnen. En ik wist ook, ik keek de coffeeshop natuurlijk met de achterdeur. En moet je 24 hours bereikbaar zijn. En elke keer achterom kijken, weet je, omdat je koffieshophouder bent. Zowel voor de dieven, boeven, als voor de overheid. En ik heb het na 5-6 jaar verkocht. Toen ben ik vol op Royal Queen Cheats gegaan. Vol. Qua focus. Want, sorry om je te onderbreken, maar waarom heb je gekozen toen voor zaden? En niet voor, bij wijze van spreken, voeding. Lampen, voeding? Ja, nou, ja, weet je, kijk, ik heb alles begint in de wereld met de zaad. Ja. Alles begint met de zaad. En ik wou niet gaan kweken, want iedere boerenlul gaat kweken. Hè? Zo simpel is het. Hè? Wil ik niet negatief, maar als lachwekkend eventjes in een positieve zin dat doen. Als je mensen ziet en ze horen dat iets wordt legaal, dat eerst wat ze denken, je gaat kweken. Ja. Maar ja, als 100.000 mensen al gaan kweken, wat heeft het voor zin dat je ook gaat kweken? Ja. Dat is het mooie verhaal van Mr. Levi's, hè? In 1846, of weet ik wel wanneer het was, in de gouden tijd in Amerika, gingen mensen goud zoeken. Precies. Ja, ik moest er ook aan denken. Gingen, ja, goud zoeken. En op een dag stond hij in San Francisco, was het, dacht ik, op een berg zat hij 100.000 mensen onder hem allemaal goud zoeken. En hij last van zijn rug. En hij gaat rechtop staan en hij ziet 100.000 mensen. Hij denkt, oh my god, als iedereen goud gaat zoeken, dan moet ik iets gaan verkopen waarmee ze goud kunnen vinden. Ja. En of het nou spijkerbroek is, dat ze goed kunnen werken, of zeven is, of hamers en hamers, weet ik wat, maakt niet uit. Moet ik dat gaan doen? Ja. Heeft hij ook gedaan, de rest is history. Achteraf is Mr. Levi's, wat nou nog steeds een beursgenoteerd bedrijf is, heeft hij het beste gedaan van zijn tijd. Of een van de beste gedaan van zijn tijd, zeg maar. Ja. Nou, in mijn tijd, ik heb dat verkocht. Ik wou net wat Shai zegt. Ik wou hetzelfde idee. Ik wou graag in de cannabis blijven. De mensen zijn leuk. Industrie is leuk. Je kunt het verschil maken, niet te vergeten. En je kent iedereen. Je kent heel Europa. Want we gaan met die tijdschrift, en of Secret ook natuurlijk. Het gaf in Duitsland, Spanje, Engeland, Italië, Frankrijk, weet ik waar. En iedereen kende ons en wij kenden hun qua distributie, weet je wel. Dus ik pakte letterlijk de High Life en de Soft Secret. Ik zei, kijk, wat ga ik nou doen, weet je wel. Dan had je voeding, zadenbedrijven, ja, coffeeshops. Ik dacht gewoon zoiets. Ja, dat je het ook zo letterlijk hebt gedaan. Dat is wat het is. Ik vertel altijd zoals het is, weet je wel. Ik ga het niet mooier maken dan het is. Het is zoals het is altijd. Dus ik heb die tijdschriften gepakt. Ik dacht, godzijdank, wat zal ik eens gaan doen? Dus toen, weet je wat, ik ga in de zadenindustrie. En alles begint met de zaad. Dus we gaan maar eens kijken. Maar dat het zo groot zou worden, zoals we nu momenteel zijn, had ik nooit van mijn leven durven dromen. Want is dat nou heel anders, het runnen van een uitgeverij of het runnen van een zadenbedrijf? Of nee, lijkt het eigenlijk juist veel op elkaar? Weet je, ondernemen is ondernemen. En of je nou water verkoopt of zaadjes of advertenties, ja. Het is wat het is. Ik denk dat zelfs advertentieverkoop nog veel moeilijker is, omdat je iets verkoopt wat niet tastbaar is. Het is lucht. Het is nog veel moeilijker. Ja. En zaden heb je tenminste iets tastbaars. Ja. Weet je, het is makkelijker te verkopen als lucht. Uh-huh. Ja, dat is natuurlijk wel zo. Ja. Wat erbij is gekomen is, de naam viel al een paar keer, Sipdol. Mm-hmm. Kijk even op mijn lijst, 2017, dus dat is ook alweer zesde jaar. Hoe zit dat? Dan was je in feite ook best op tijd bij, kan je ja, zeggen. Ja, 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 ja. Weet je, je slaat iets over. Na High Life zijn we Samnicia begonnen. Oh ja, ja. Samnicia, dat meen ik echt, dat is een mega bedrijf geworden. Mega bedrijf. Dat is de grootste smartshop, headshop van de wereld geworden momenteel. Online, ja. Wat zeg je? Online, ja, sorry. Ja. Heel goed, heel goed. Online, we doen alles online bij Samnicia. Als je ziet hoeveel mensen daar werken. Als je ziet hoeveel, we verkopen meer dan 4000 producten daar. Als je ziet wat voor waardering we krijgen, Trustpilot, op Samnicia, maar ook voor Royal Queen Cheats, hoe wij met onze klanten omgaan. Dat is bizar. We maken van iedere klant die wij hebben, proberen wij gewoon een ambassadeur te maken. Letterlijk en figuurlijk. Gaan we heel ver in. Gaan we heel ver in, tot de details aan toe. En wij zijn toen met Samnicia begonnen. En dat ging goed en noem maar op nog steeds. En in die tijd
En we hebben Sean Wasserman werkte, dat is een vriendje van ons, komt uit Zwitserland. En die kwam bij ons terecht met CBD. Twan en ik hadden nog nooit van CBD gehoord. Dus Sean was bij ons op kantoor in Schijndel. Hij zei, jongens, weet je wat jullie moeten gaan doen, erbij gaan doen? Je moet je CBD-olie gaan verkopen. Dus Twan en ik keken man aan of er water zagen branden. Ik zeg, waar heeft die man het over? Ik zeg, Sean, wat is CBD? Dus hij begon uit te leggen. Ik weet nog goed dat we de eerste kilo's in Duitsland kochten. Kwam een Mercedes aangereden met zo'n vat met 10 of 20 kilo CBD erin, weet je nog? Ja, ja. Wow. Kwamen ze brengen bij ons. En wij gingen dan roeren weer. Warm maken, roeren, olie maken en noem maar op allemaal. Ja, dat was het begin. Oldschool manier. Ja. Ja. En wij waren een van de eerste in Europa die met CBD op de markt kwam namelijk. En dat is waar we nou zitten. Ja. Had jij daar ook zo'n gut feeling bij van dit wordt heel groot? Want dat was ja, in het begin, ik was er zelf eigenlijk ook heel erg door verrast. Ja. Door die ontwikkeling nou, het is eigenlijk gegaan met de groep mensen die wij samen waren. Sean Wasserman is daar een hele belangrijke persoon. Die zei, dit gaat het worden. Dus het is ere wie toekomt. Sean zei, dit gaat het worden. Twan en ik, die zijn zo, ja, als iemand zegt, dit gaat het worden, gaan we het gewoon proberen. In ieder geval, hè. Niet geprobeerd is altijd mis. Hè. Maar we merkten heel vlug al, ook op internet ga ik zoeken en kijken, dat er heel veel vraag was naar CBD-producten en verhalen erover. En toen zeiden we al na een paar maanden, als dit niet groot wordt, dan eet ik mijn schoen op. Ja. Dus toen hebben we vol gas gegeven, een apart bedrijf voor opgericht en noem maar op. Zwitserland zijn we eerst begonnen te produceren. Het laboratorium en alles. Daar maakten we ook het verschil mee. Met onze collega-concurrenten. Maar daar hebben we wel domme fouten gemaakt. Eerlijk is eerlijk. En daar hebben zoals? Domme fouten dat we de distributiekanalen niet goed meteen gedaan hebben. Dat we niet, wij waren te veel online bezig. Terwijl we meteen eigenlijk de grote distributie hadden moeten aanpakken. Fysiek echt aanwezig. Dat was een heel domme fout van ons geweest. En op een gegeven moment ben ik gestopt met, of met B2B-verkopen. Waar je alleen maar online alleen maar online verkopen en niet meer naar winkels, distributie, et cetera. En dat is eigenlijk een hele stomme fout geweest eigenlijk. Je moet nagaan, van de een op de andere dag schrapten we 5 miljoen omzet weg. Bam. Zo. 5 miljoen, hè. Zeiden, dat gaan we niet meer doen. En de reden dat we dat niet gingen doen, omdat de mensen aan wie het verkochten, die gingen onder ons prijs op online zitten droppen, onze producten. Dus je moet nagaan als fabrikant. Daar hebben heel veel mensen problemen mee. Als fabrikant verkoop je iets voor 20 euro. En dan verkoop je aan een groothandel, die koopt het voor 10 euro, ik noem maar even wat. En die gaat het voor 12 euro verkopen, terwijl jij het voor 20 euro verkoopt. Ja, dat moet je niet hebben natuurlijk. Ja, ben je eigen klant aan het concurreren? Hun zijn hun producent aan het bekopen. Ja, precies. Ja, weet je wel. Gewoon, dus er waren heel veel fricties. En toen hebben we gezegd, nou is genoeg. We hadden heel veel mensen gewaarschuwd. En toen maakten we de legendarische domme fout om 5 miljoen weg te schrappen. Ja, hebben we nog steeds last van. Ja, weet je, daar zijn ook dingen, daar leer je dus ook van, toch? Ja, dat zijn... Dat zijn leermomenten. Je kan niet altijd 6 gooien. Nee, dat is ook wel zo. Nee, dat is ook zo. Dat kwam natuurlijk onvermijdelijk bij mij op die vraag. Zijn er dingen, zakelijke dingen waar jullie het over oneens zijn? En het is ook niet eens over woorden. Dagelijks hebben we wel ooit dingen waar we niet met elkaar mee eens zijn. Maar fundamentele dingen of... Nee, ja, ik moet jou eerlijk zeggen, toen ik vroeger bij Royal Queenies werkte, voor die periode dat ik mijn eigen bedrijf was gestart, toen stond ik natuurlijk anders in. Toen was het echt zo, Boy was de baas en ik was, zal ik maar zeggen, werknemer. En als Boy rechts zei, gingen we echt rechts af. En nu ben ik op een andere manier teruggekomen. En ook andere voorwaarden gesteld. Van nou, als ik een keer rechts wil, dan gaan we ook een keer rechts, weet je wel. Ik zeg, je moet wel luisteren. Dus op nu hebben we ook een andere... Ja, nu werken we ook op een andere manier samen. En natuurlijk zijn we ooit wel oneens met elkaar. Maar dan praten we daar met een heel team over. Want het bedrijf bestaat niet alleen met Boy en mij. Maar met een heel team, met een heel goed team. Dus we maken altijd gezamenlijke beslissingen. En dat gaat tot nu toe eigenlijk heel goed eigenlijk. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja. Maar je hebt eigenlijk ook wel carte blanche mee. Ook, ja, zeker. Hij zei ook van ja, hier, je mag gewoon je eigen ding doen. En natuurlijk moet het altijd besproken worden met het managementteam. Maar doe wat je wilt. En natuurlijk zul je ooit fouten maken. Maar je hebt wel alle vrijheid in om flink gas te geven. Mm-hmm. Kijk, ik denk, daar geloof ik heilig in. Als je op het moment dat je het uitspreekt naar... Of nou je zoon is, of naar Pietje, of Jantje, of je Marietje, maakt niet uit naar wie. Van, jij moet het gezicht van het bedrijf worden. En je zegt, we gaan een aankomende 5 jaar naartoe werken. Dan moet je die persoon de carte blanche geven. Anders klopt het niet wat je zegt. Ja. Maar, dat klinkt in theorie heel mooi, maar ik kan me voorstellen in de praktijk... Nou, vraag het zelf maar. Ja, ik heb echt alle vrijheid hoor, eerlijk is eerlijk. Af en toe dan, ja tuurlijk, want...
af en toe denk ik van, heb je hem weer met zijn ideeën, met zijn gekkigheid, want hij is behoorlijk chaotisch. En, maar gelukkig met het rest van het team kunnen we behoorlijk rustig houden. Nee, maar dat komt ook, dat bedrijf is veel te groot geworden. En ik kan niet dingen, mensen gaan overroelen, weet je wel. Dan ben ik zelf niet meer geloofwaardig. Ja, En ik heb heel veel goede mensen om me heen, godzijdank, verzameld. En die hebben allemaal een functie en een verantwoordelijkheid. Die worden afgerekend op wat ze doen. En precies wat Shai zegt, als we een plannen hebben, bijvoorbeeld Amerika, zit complete management erbij. Hoe gaan we dat aanpakken? En wat is onze strategie? En ga ze maar door. Weet je, want dat kan ik niet meer doorheen wandelen. Nee, dat kan gewoon niet. Nee. Dus, en iedereen, zoals je zelf al weet, ieder goed idee wordt gedragen door het team, niet door de individu. Dan is nooit een goed idee. Ja. Weet je wel? Ik denk dat ik het, misschien een van de eerste dingetjes wat ik van jou zag, Shai, is dat jij toen naar Thailand bent gegaan. Ja, klopt. Ja. Was dat voor of na Amerika? Nee, dat was voor. Dat was nog voor Amerika, ja. En ik begon eigenlijk officieel 1 juni weer. En 9 juni of 6 juni was toen in het nieuws dat... De legaliseringsdatum. Ja, inderdaad, dat alles gelegaliseerd werd. Op het begin dacht iedereen dat het alleen maar met CBD-wiet of was. Maar uiteindelijk was het alles, weet je wel. Ze gooiden alles open. En toevallig hadden wij een goede kennis daar zitten, Lex. En die woont er al 20 jaar. En die heeft een vrouw, zij is advocaat daar. Dus toen zei dus toen zei Boy van, laten we Lex even een keer bellen. Kijken of hij in is voor een avontuurtje. Dus wij Lex gebeld en Lex uitgelegd van wat wij precies deden. Want hij wist natuurlijk wel een beetje wat we deden, maar niet precies. En gevraagd van of hij open stond voor een avontuur om met ons samen heel de Thaise markt open te breken, zal ik maar zeggen. Dus Lex is op zoek gegaan naar een pand daar om een winkel te openen. Eerst waren we op zoek naar een klein pandje. En ik toen kan het zeggen, het is niet echt klein. En toen, zei hij, Shai, ik heb een probleem. Ik heb echt een supermooi pand gevonden, maar het is 5 verdiepingen. En dan kunnen we daar iets mee. Ik zeg, dat is wel een flink pand, maar laten we even een nacht over slapen. En dan bedenken we iets en dan kom ik erop terug. Dus toen ben ik met Lex samen gaan brainstormen. Ik zeg van, weet je wat, als we nou op de benedenverdieping een ruimte maken waar we dan zaden, wiet en alle andere rookbenodigdheden verkopen. Op de tweede verdieping maken we een restaurant en een smoke lounge. En op de derde en vierde verdieping gaan we gewoon zelf kweken. Maken we mooie glazen wanden op de verdieping. Waar mensen dan ook echt in een wietveld kunnen staan, weet je wel. Dan kunnen mensen ook zien waar een wietje gekweekt wordt. Dus toen zei hij, ja, gigantisch idee man, laten we beginnen. Maar ik zeg van, laten we dan wel beginnen om meteen die eerste verdieping open te gooien. Dan kunnen we tenminste wel omzet maken. Ja. En dan zijn we tenminste als eerste Europese bedrijf geopend in Thailand. Dus wanneer dan? Ik zeg, ja, laten we een datum prikken. Voor augustus moeten we open zijn. Dus dat was toen denk ik nog een maand. Ja, een goede maand. En het pand moest alles aan gebeuren. Als één grote bouwval. Dus ik zeg, Lex, ik boek mijn ticket vast een week voor die datum. Ik zeg, dan kunnen we nog altijd kijken wat er moet gebeuren. Maar ik zeg, regel zoveel mogelijk mensen die mee gaan verbouwen. Dat is zo gezegd, zo gedaan. En zo is Lex gaan verbouwen daar met een heel team van Thaise mensen daar. En ben ik ondertussen met zijn vrouw bezig geweest om alle papierwerk in orde te krijgen. Om alle zalen daar te krijgen. Want het is natuurlijk ook nog een heel opgave. Want ja, in Thailand zelf wisten ze ook niet precies welke regels ze precies hadden. En, er waren nauwelijks regels. Nee, precies. Die zijn daarna pas gekomen eigenlijk. Maar uiteindelijk, ik kwam daar aan. Het was nog steeds één grote bouwval. En ook de dag van tevoren, ik dacht, hoe gaan we hier ooit morgen open? Maar uiteindelijk is het ons toch gelukt en hebben we ontzettend veel media-aandacht gekregen. Er waren bijna 1000 mensen op de opening. Het was één groot succes. Royal Queen Seat Store gewoon. De Royal Queen Seat Store. Dus als je midden in Bangkok bent, ja, je ziet het meteen ook. Iedereen die er komt, die komt wel een keer langs onze winkel. Mm-hmm. En het is echt gigantisch mooi. En de opening was helemaal top. Echt heel veel media-aandacht gekregen. Zowel vanuit binnen Thailand, maar ook vanuit hier Europa. Iedereen die ik sprak, die had alleen maar over onze winkel in Thailand. Hoe wij zo snel daar de winkel hebben kunnen openen. En nu toevallig pas, echt nou deze maand, gaat pas de derde en vierde verdieping open. De kweekruimtes, omdat alles, ja, het was zo'n groot project. En, maar de eerste plantjes komen er, ik verwacht binnen nou en 2 weken in. Nice. Dus... en nou is het heel erg spannend wat er gaat komen de komende maanden. Want 14 mei zijn er opnieuw verkiezingen. Mm-hmm. Dus dan kunnen mensen weer stemmen. En het is even spannend welke richting het ingaat. Maar ik verwacht niet dat het teruggedraaid gaat worden, maar wel dat het iets strenger wordt. Mm-hmm. Maar dat is aan de ene kant ook alleen maar goed, want op iedere hoek van de straat wordt er nou cannabis verkocht. Ja, ja, ja. En als je zelfs in een restaurant bent,
kun je een lekker toetje bestellen of een jointje, weet je wel. Dus, dus, ook mooi. Ja, ja. Ongelooflijk. We moeten toch gaan, Rens. Ja, ik ben van plan om dit jaar zeker naar Thailand te gaan. Dan moet je eigenlijk denk in november of zo gaan. Er is ook een cannabisbeurs daar. Daar ben ik ook afgelopen jaar geweest. Dat is ook mooi. En, ja, zeker. Ja. Ja, dat is in Bangkok. En dan kun je die ook mooi meepakken. Want het is wel toffe stad, Bangkok. Naar. Ja, fantastisch en zo. Ja. Mooi. Nou, dus ik ga het zeker... Maar een gigantische markt. Echt een ontzettend mooie ervaring. En dat was eigenlijk mijn eerste project bij Royal Queen Seeds. Dus dat was een mooi project. Een vliegende start. Het was mooi, want zij gingen naartoe voor de opening. Ik zei, die pa, ga je mee? Ik zeg, vriend, ik heb alles al meegemaakt, die dingen. Dan ga je een keer meemaken wat ik meegemaakt heb. Dan Ahoy en weet ik wat allemaal. Dan, en hij was daar, zei, niet normaal wat hier gebeurt. Ja. Hij heeft nog een paar keer gebeld. Ik zei, wat foto's maken, films sturen, zegt hij. Moet je eens kijken. Heel die winkel vol met mensen, met pers en alles. Ja, joh, waanzin. Bizar. Ja. Als jij nou terugkijkt, Boy, op die afgelopen 30 jaar, wat zijn dingen waar je het meest trots op bent? Poh, er zijn zoveel dingen, weet je wel. Een van de dingen waar ik heel trots op ben, is dat ik eigenwijs ben. Godzijdank. En een van de dingen waar ik heel trots op ben, is dat ik hele goede mensen om me heen heb verzameld. Hele goede. En dat is ook een kunst natuurlijk. Hè. Dat is heel moeilijk is dat om goede mensen aan je te binden. En goede mensen bedoel ik mensen die erg hoge functies ergens anders hadden. Universitair afgestudeerd en weet ik wat. Die toch in de cannabisindustrie hebben willen werken. En die nou bij ons werken. Zeggen, wauw, hier wil ik echt niet meer uit. Dus dat is echt, daar ben ik echt heel trots op. En natuurlijk is er een gamechanger geweest toen ik Twan Goldsmith, mijn compagnon, ben tegengekomen. Want wij zijn echt helemaal omgeschakeld van offline naar online. Want 90% momenteel van onze sales is online en maar 10% is offline. Terwijl dat vroeger andersom was. Dus daar ben ik heel trots op. Dus wij als bedrijf zijn, ongeacht welke bedrijf van ons, we zijn continu heel, wij schakelen vlug, nummer 1. Punt 2. Daarnaast is het zo van, we proberen ook in de tijd mee te gaan. Kijk, als je nou AI nou tegenwoordig hebt, weet je wel, heel de wereld praat over AI. Hoe vlug de dingen gaan en dat de computers dadelijk slimmer als de mensen dadelijk worden. En ze misschien al zijn. En we proberen in onze bedrijfsvoering er heel erg rekening mee te houden. Welke kant gaat het allemaal naartoe en hoe gaan we dat doen? En waar ik ook heel trots op ben, waar we net al over gehad hebben, Thailand, Amerika. Kijk, we zijn ook een bedrijf, dat is in onze DNA. Wij schakelen als iets legaal is, boem, binnen een paar maanden moeten we daar zijn. Punt. Dat moet, is een must. Ja, dat is wel vet. Dat, weet je wel, wat er ook gebeurt, wat het kost, kost het. Wij moeten daar zijn. Want hoe zit dat in Spanje dan bijvoorbeeld? Daar zit je natuurlijk nog steeds eigenlijk met totaal grijze zone waar de clubs in moeten werken. Is dat een reden waarom... Ja, wij zijn natuurlijk in Nederland weggegaan door de growshopwet. En je ziet heel duidelijk dat voor Spanje die wet ook heel erg aan het aannemen is in Spanje. Dus we hebben daar onze kantoor natuurlijk. Dus zo spannend is het allemaal niet. Want wij kweken niks daar. En, nee. We hebben niks met clubs te maken. Nee, we hebben niks met clubs te maken. Dus dat is helemaal geen probleem. Alleen, in Nederland zijn we om inderdaad andere reden weggegaan hier natuurlijk. Mm-hmm. Ja, toch die vermaledijde growshopwet van Opstelten. Ja, destijds. Precies. Ja. Die heeft veel veranderd natuurlijk. Tja, wat een eikel is dat. Ja. Waar ik ook wel, daar wil ik eigenlijk even naar terug wat je eerder zei, dat je probeert van elke klant een brand ambassador te maken. Hoe doe je dat? Dat wil ik van jullie alle twee wel weten. Ja, we hebben op onze pagina's hebben we een heel loyalty programma. Dus mensen kunnen zo punten sparen om uiteindelijk VIP grower te worden. Als je VIP grower bent, kun je eerder exclusieve producten kopen van ons. De eerste nieuwe strains kun je bij ons kopen. Op beurzen. We hebben nou sinds kort als wij een beurs ergens hebben, nodigen wij iedereen uit de regio nodigen wij uit bij ons. Om bij ons op de stand te komen, om even langs te komen. Dan krijgen ze een goodie. Dus we proberen eigenlijk altijd dingen te bedenken om onze klant zich eigen speciaal te laten voelen eigenlijk. Mm-hmm. En daarin willen we in de toekomst juist nog veel verder op doorborduren. Met wellicht speciale vakanties, Royal Queen's vakanties zal ik maar zeggen, waar mensen mee naartoe kunnen gaan, waarbij ze helemaal in de watten kunnen leggen. Dus, maar dan zijn we nog helemaal aan het uitrollen. Dus, want wij geloven echt van als je eenmaal een klant hebt die echt onze
brand draagt en ook trots is om ambassadeur van ons te worden. Dat die eeuwige klanten zijn en dat die alleen maar extra klanten meer naar onze pagina en ons bedrijf kunnen toebrengen eigenlijk. Kijk, wat jij net ook al zegt, klant is koning. De klant bepaalt of jouw bedrijf succesvol is, ja of nee. Zo simpel is het. En als je 10 producten hebt wat jij klant verkoopt en de klant is tevreden, dan breng je nog 30 producten. De klant gaat dat ook uitproberen. Dus het is heel belangrijk om in je oude klanten tijd en energie te steken, want dat zijn de ambassadeurs voor jou. En ik denk dat het daar ook vaak misgaat, toch? Ja, bij bedrijven. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Ja, wel interessant. Ja. Dus er zit een hele gedachte achter. Ah, ik vind het wel een mooie gedachte. Ik bedoel, ik heb het zelf met mijn cup. Ja. Zeg ik precies hetzelfde. Ik hoor dus een klein cannabis cupje. En ik doe dus totaal geen marketing. Maar iedereen die bij mij deel heeft genomen, die hoop ik als een ambassadeur. Precies. Want die vertelt natuurlijk over zijn geweldige ervaring. En die neemt andere nieuwe mensen weer mee. En zolang je die gewoon gelukkig en blij maakt. Dan komen ze terug. Ja, dat weet ik zeker. Ja, dan, dat klopt. Dus, ja, daar kwam ik net even niet op. Maar de F1 hybride project. Dat zagen we op Spannabis. Werd ik daar ook mee geïntroduceerd. Big time aangekondigd. Dit jaar eigenlijk pas, hè? Ja. Nou, maar dus, al een tijd mee. Een tijd van voorbereiding geweest. Ja. Dat is een bizar verhaal. Ik had je net al gezegd, ik ben een beetje eigenwijs. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een dag heb ik Twan Goldsmith, mijn compagnon, Jack Jansen, mijn financieel directeur, en André Bekkers bij elkaar geroepen. Ik heb gezegd, jongens, moet je luisteren. Ik heb een idee, maar ik wil jullie mening erover hebben. Oh ja, wat dan? Ik zeg, je gaat chargeren wat ik je nou ga zeggen, maar het is wel de waarheid. Als wij over 10 jaar, vanaf nu naar 10 jaar kijken, dus praat ik 4 jaar geleden, zeg maar. 3 à 4 jaar geleden. Ik zeg, als wij zo doorgaan, dan bestaat er ook minstens iets over 10 jaar niet meer. Ze keken me allemaal aan van, waar heeft die gek het over, weet je wel. Ik zeg, en de reden daarvan is, de waarde van ons bedrijf, we hebben te weinig waarde momenteel. We moeten waarde creëren in ons brand. We hebben natuurlijk al klanten, dat is al heel grote waarde natuurlijk. Maar je moet brand awareness hebben. En je moet ook patenten hebben, of whatever, weet je wel. En dat hebben we allemaal niet. En heel veel, de gros van de zadenbedrijven hebben dat niet. Nee. Ja? Eigenlijk vrijwel niemand. Niemand heeft het. Ja. Toen zei een van de mensen, moet je luisteren, boy, dat is wel leuk gezegd. Ja, zegt hij, maar wat denk je van Bayer? Denk je niet dat als Bayer denkt dat ze hier patenten moeten aanvragen? Of ik weet niet wat je wilt, maar dan hebben ze toch 1 keer gezucht en jij vliegt 100 kilometer verder. Of wij vliegen 100 kilometer. Ja, dat klopt. Maar wat wil je dan? Ik zeg, nou, wat ik wil is het volgende. Ik wil dat wij unieke genetica moeten gaan ontwikkelen. Een R&D-bedrijf moeten opzetten. Nieuwe genetica moeten maken en stabiele genetica. En wat we moeten doen, we moeten naar de tomatenplanten kijken. Tomatenkwekerijen kijken, naar die industrie kijken. Hoe dat hun het gedaan hebben. Want hun hebben het wel voor elkaar gekregen. De opbrengst van 1 vierkante meter bijvoorbeeld met 100 kilo naar 1000 kilo te produceren. Door genetica stabiel te maken, beter te maken en door te ontwikkelen. Ik zeg, en vraag niet aan mij hoe ik het moet doen. Want ik weet het niet, maar ik weet wel dat dat moet gebeuren. Dus ze begonnen allemaal te lachen. Ja, zegt hij, oké, dat is mooi. En nou dan. Ik zei, nou ja, ik wil aan jullie vragen, wat vinden jullie ervan? Toen zei een van de, die zei, moet je luisteren, boy, nogmaals. Als cannabis mainstream gaat, als het inderdaad helemaal groot gaat worden, Bayer stapt er meteen in, die heeft Monsanto al overgenomen. En Bayer die heeft zoveel know-how over F1 hybride zaden te maken, waar jij het over hebt. Daar komen wij niet eens aan. Wij zijn van die mug en dan moet je tegen de olifant gaan vechten. Dus dat is kapitaalvernietiging gewoon. Want wat wij in een jaar kunnen doen, kunnen we in 2 maanden doen, bij wijze van spreken. Of in een maand. Puur kapitaalvernietiging. Niet doen. Ik zei, is dat jullie mening? Ja. Ik zei, nou, dan heb ik goed nieuws voor jullie. Ik ga het wel doen. En ik steek desnoods mijn eigen privégeld erin. Maar wij gaan dat doen. En ik ga dat doen, heb ik gezegd. Ik zeg, en kijk, jullie moeten gaan doen. En als wie erin wil springen, dan is van harte welkom. We kijken wel wat er gebeurt. Maar ik ga dat gaan doen. Dus toen heb ik een jongen benaderd. Die was moleculair breeder bij Bas F. Dus heb ik hem uitgenodigd. Ik zeg, Michael, ga eens even zitten bij me thuis. Ik zeg, was een lekkere zomerse avond was het. Ik zeg, Michael, lust je biertje? Ja, dat is goed. Dus wij praten. Die boy, wat kan ik voor je doen? Ik zeg, Michael, ik wil andere kant op met mijn zadenbedrijf. Ik zeg, en
ik weet niet hoe ik dat moet doen, maar ik heb wel een idee wat ik wil. Maar jij moet het doen. Of Pietje, die ik ga aannemen. Ja, die ben ik hier voor een sollicitatiegesprek. Zie je, iemand hier voor een sollicitatie? Oké, okay. Goed dat ik dat weet, zegt hij. Want ik kende Michael. Ja, zegt hij, wat wil je dan? Ik zeg, nou Michael, ik wil stabiele genetica hebben. Ik wil genetica waar ik kan garanderen, zoals bij de tomatenplanten, één vierkante meter. Het gewicht, de geur, de smaak, de lengte, de breedte. Ik wil alles met cannabis dat ook doen. Hij zei, jij bent gek. Ik zei, ja, dat weet ik. Hij zei, wie doet dat al? Ik zei, dat weet ik niet. Volgens mij nog niemand. Ik zei, maar dat is geen maatstaf om iets wel of niet te doen. Hij zei, maar hoe zie jij dat dan? Ik zei, nou ja, eerste plaats, ik heb een idee. Ik neem iemand als jou aan en jij moet het doen. En jij bent voor mij de leading erin. En ik financier alles. Maar we gaan wel daar naartoe. En we gaan een budget maken per jaar. Ik zeg, en ik heb intern al gezegd dat ik dat ga doen. En in het begin ga ik mijn eigen geld insteken. Want hun geloven er niet in, maar ik geloof erin. Zeg maar, zo zie ik het. Ja, zegt hij, maar mooi, ik werk bij BASF. Ik ben moleculair breeder. Ik verdien heel goed geld. En ik weet al dat ik over 65 jaar ga verdienen. En dat kun je me nooit betalen. Ik zeg, Michael, ik ga je een mooi verhaal vertellen van Steve Jobs. Ik zeg, en ik ben geen Steve Jobs, jij bent geen Steve Jobs, maar ik ga je wel een verhaal over Steve Jobs vertellen. Ik zeg, heb je dat boek ooit van hem gelezen? Nee. Ik zeg, nou, heel kort, Steve Jobs komt met de Apple-telefoon. En Steve Jobs is een technische man. Die kan dit ding helemaal maken, dat hij helemaal op en top is, maar die kon het niet verkopen. En omdat hij niet kon verkopen, had hij op een dag de sales director uitgevoerd van Pepsi. En die heeft die Mr. X van Pepsi, sales director worldwide, waren aan het eten. Toen zei hij, Steve Jobs, moet je luisteren, Mr. X. Tot nu toe heb je heel je leven water met suiker verkocht. En mijn vraag aan jou is, wil jij de wereld meehelpen veranderen? En daar ben je een groot onderdeel van. En in plaats van water met suiker te verkopen, moet je telefoons gaan verkopen over heel de wereld. Die heel veel kan. En de mensheid gaat veranderen. Toen zei Michael, wat heeft die man gedaan? Ik zei, Michael, gek, je weet toch wat voor succes Apple heeft gedaan? Dus die man heeft het gedaan. En die man heeft meegewerkt met Steve Jobs om die Apple groot te worden. En aan jou is vandaag de vraag. Wil jij heel je leven als een grijze muis bij BASF blijven werken? En moleculair breeder zijn? En je weet nu al wat je over zoveel jaren gaat verdienen? Of wil jij met mij samen de cannabis genetica industrie gaan veranderen? En hij zei ja. Ik zei, boy, ik moet erover nadenken. Want je brengt mijn hoofd helemaal op hol. Ik zei, ja, dat weet ik. Ik zeg, maar zo moet je het zien. Jij en ik gaan de cannabiswereld veranderen met genetica. Daar ben ik heilig van overtuigd. Maar je moet wel de ballen hebben om een slachting bij mij te komen werken. Dat moet je wel doen. Ik zeg, laat me binnen 2 dagen weten. Nee, binnen 1 week weten. Nou, binnen een paar dagen belt me op. Hij zei, boy, met Michael. Ik zei, ja. Wanneer kan ik bij jou een pilsje komen drinken? Ja, dadelijk al als je wilt. Dus Michael kwam die avond bij mij een pilsje drinken. Ik zei, boy, zegt hij, je hebt me helemaal, ik heb helemaal niet geslapen afgelopen dagen. Maar dat idee wat je hebt om nieuwe genetica te creëren en maken, met nieuwste technieken, wat ik uiteraard weet en kundig in ben. Ja, daar wil ik graag aan meewerken. Ik zei, jongen, jij bent mijn maat. Ik zeg, jij krijgt carte blanche. Ook carte blanche, gas erop. Dus zo gezegd, zo gedaan. We hebben een bedrijf geopend toen in hier een High Campus. Ja. Voor Express, Eindhoven, voor Express daar. En daar zijn we begonnen. En toen zijn we nog meer slimmere mensen tegengekomen. En nu zijn we waar we zijn. Ik wil niet zeggen dat wij de enigste bedrijf zijn die dat doet. Absoluut niet. Maar we zijn de eerste bedrijf die het op de markt gebracht heeft wereldwijd. En ik ben heilig van overtuigd dat binnen 5 jaar de F1 Hybrid Seeds, net als bij de reguliere zaden en feminized zaden, dat gaat ook met F1 Hybrid Seeds gebeuren. Wordt standaard. Dat gaat de standaard. Dit is de feminized, dit is F1 Hybrid Seeds, maar dit binnen 5 jaar gaat het zo zijn. Daar ben ik heilig van overtuigd. Want de hamvraag wat mij betreft is dan natuurlijk, waar begin je dan? Dat is een hele goede vraag. Dat wist ik zelf ook niet. Ik had het idee. Dus ik heb Michael aangenomen. Ik zeg, Michael. Jij zegt, Boyke, wat verwacht je van mij? Jij zegt, ik zeg, Michael. Ik wil schone genetica hebben die ik kan patenteren. En waar het bedrijf Royal Queen Seeds het recht op heeft. Dus de waarde van, er moet een waardecreatie zijn. Dus met patenten te maken. Dus we zijn naar basismateriaal teruggegaan. Gekruist en noem maar op. En we hebben bedrijven overgenomen in Amerika. Die er ook al mee bezig waren. En daar staan we nou ook. Dus we hebben mensen bij elkaar gebracht. Die daar al verder mee waren. Die hebben overgenomen. En wij hebben onze genetica bijgedaan. Ook weer gekruist met
om beter te maken, dat we ook onze eigen identiteit erin hebben. We hebben nog patenten, zijn we bezig ermee. En op een zaad, op een plant kun je 20, 30, 40, 50 patenten aanvragen. Geur, smaak, gewicht, noem maar op allemaal. Dus daar zijn wij mee bezig. Want dat is enorm duur per soort. Dit is mega. Dit is een mega operatie. Dus ik ben blij dat je dat even dat aanhaalt. Dus toen mijn compagnon en mijn financieel directeur zagen wat er allemaal gebeurde, dat we toch wat stappen gingen maken, toen werden ze ook enthousiast. Maar kijk, weet je wat het is? Als je een cannabiszadenbedrijf hebt, je moet wel het verschil maken. Ja. En in ieder bedrijf die we hebben, probeer ik verschil te maken. Try to be unique. He? En wij, omdat het niche markt is, kun je verschil maken. Toen wij de tijdschrift uitgaven, Highlight Magazine, Derek, maakten wij ook het verschil. Ja. Ja, dat is het voordeel van een branche die relatief jong is. Dus, precies, maar dan moet je nog steeds ballen hebben om het te doen. Ja. Er waren zoveel mensen die zaten te kijken, die deden niet. En idem dito hero, in deze zadenhandel zitten biologen, zitten veredelaars, zitten weet ik wie allemaal. Maar ze hebben niet gedaan wat wij doen. Terwijl juist over wat die van het eerder zouden doen. Ja, nou ja, hoe ik erover denk is, die plant die is zo moeilijk vast te pinnen. Die plant die ontglipt zeg maar bijna alle categorieën. En om te zeggen, wij hebben het gedaan. Ja, maar dan kan je je nog steeds afvragen. Er komen zoveel nieuwe hybrides steeds uit. Wij zijn natuurlijk ook net uit Spanje terug. Wat je daar allemaal weer op het menu ziet staan, weer totaal anders bijna dan het jaar daarvoor. Ja. En dan kan je je afvragen, blijft dat niet altijd zo? Bijna als een mode, dat er gewoon allerlei snelle kruisingen opkomen en hup, dit is dit jaar in de mode en dat is volgend jaar in de mode. En dan zit jij zeg maar met jouw F1-hybride. Ik ben blij dat je dat voorbeeld aanhaalt. Als je gaat terug naar de tomaten. De beste tomatenzaden, die kun je niet kopen. Ja, die zijn duur hè? Nee, die zijn niet te koop. Okay. De fabrikanten die het maken, die brengen altijd 1 à 2... ze brengen altijd de soort op de markt, terwijl ze de beste in de kluis hebben liggen. De beste die okay. in de kluis. Dit is echt een. Dat wist ik ook niet. Kwam ik later achter toen ik met heel grote tomatenjongens die even Nederlands gesproken had. Zei die boy, we doen tomaten, spinazie, weet je wat ze allemaal deden? Komkommers. De best van ieder product is gewoon niet te koop voor de mens. Die ligt bij ons in de kluis. En die brengen wij. Dus we brengen altijd de tweede of derde keuze, zeg maar. Wat al heel goed is. En, okay. en de beste brengen we pas op de markt. Als we zien dat de concurrent met iets komt wat beter als ons is. Wauw. Dat is een filosofie, hè. Dat die grote tuinjongens allemaal doen. Dus bij ons idem dito. Wij hebben nou even in hybride staan op de markt. Dat zijn al heel goed. Maar de beste ligt bij ons in de kluis. Ja, precies. En voordat die eruit komt als een andere F-zadenbank, een F1... Die vergelijkbaar is met ons, dan komen we daarmee. Bam, ondertussen zijn we al aan het veredelen voor die nog beter is wat in de kluis ligt. Ja, ja dus, altijd innoveren. Ja, ieder jaar komen we met 3 à 6, denk ik, zei je? Ik denk 6, ja. Ja, 6, ja. 3 à 6 soorten komen op de markt. Ja, dat is wel cool. Zo blijven ze toch de mode creëren. Ja. Ja, en hoe zit dat? Want dat lijkt me ook erg belangrijk als je het hebt over marketing. Hoe kom je aan die namen? Hoe zit dat proces van die strainnamen? Ja, daar hebben we ook met het hele team hebben we daarover gebrainstormd. Want we kwamen echt met helemaal iets unieks. Ja. Dus we konden eigenlijk nergens echt naar refereren, zal ik maar zeggen. Dus toen dachten wij van, weet je wat, we hebben nou eigenlijk het nieuwe hoogst haalbare gehaald. Wat er te halen is in de cannabis-industrie. Betreft zaden. Dus toen dachten we van, nou, het is wel leuk om iets met het heelal, sterren te doen. Mm-hmm. Dus zo zijn we eigenlijk bij die namen gekomen. Zijn we een beetje gaan brainstormen. Dacht van, nou, laten we deze namen aanhalen. En die namen zijn bijna ook oneindig, zal ik maar zeggen. Dus we moesten ook iets bedenken in een categorie waar je heel veel verschillende namen in kan vastleggen. Ja. Dus vandaar dat we eigenlijk daarmee mee zijn gekomen. Maar in zekere zin ook wel weer heel innovatief dat je zegt, we gaan niet min of meer aansluiten bij wat er is. We noemen het biscotti of OG, weet je wel. Echt iets heel anders. Ja. Is ook wel, ja. Ja, waren wel wat discussies over op het begin, maar... Ja. Maar het is wel goed ook dat je altijd goede discussies hebt. Ja, zeker. Ja, je hoeft niet altijd met elkaar eens te zijn. Ik bedoel, dan kom je kijk de beste oplossing. Precies, ja. Door wrijving komen diamanten, toch? Toch? Ja. Ja. Nee.
Erik, heb je nog een spannende laatste vraag voordat we... We hebben het al een klein beetje, is het al aan bod gekomen. Maar dat is toch altijd goed natuurlijk als laatste vraag. Hoe zien jullie de toekomst van cannabis en de toekomst van de industrie? En dan laat maar bij Shai beginnen, want dat is de toekomst. Heeft de toekomst. Bedoel je binnen Nederland of binnen wereldwijd? Globally. Ja, ik denk dat het dadelijk binnen nu en ja, weet ik hoeveel aantal jaar zal het overal denk ik gelegaliseerd worden. Vooral als je ziet dat Duitsland nou er al over aan het spreken is. En ja, zodra Duitsland legaliseert, zal de rest van Europa ook wel legaliseren. En in welke vorm is nog de vraag. Ik denk wel een beetje dezelfde vorm als zoals het in Amerika is. En ja, ik hoop dat ze het dan wel hier iets anders aanpakken dan Amerika. Want als je daar een bedrijf hebt in de cannabisindustrie, dan moet je zoveel taksen erover betalen. En je kosten kun je niet aftrekken. Ja. Dus dat is eigenlijk best wel oneerlijk tegenover andere brandjes. Dus ja, ik verwacht eigenlijk dat wel meerdere landen dadelijk gaan legaliseren. En ik denk wel op eenzelfde manier als in Amerika doen. Maar ik hoop dan wel dat ze het iets op een iets betere manier doen. Ja, minder regels en minder belasting. Ja, exact. Net zoals andere brandjes doen, weet je wel. Want ja, waarom zou je onderscheid maken in verschillende brandjes? Mm-hmm. Dus, Hoe zie jij de toekomst? Zeg over 20 jaar... Over 20 jaar is Royal, staan we dan? Over 20 jaar is Royal Queen een miljardenbedrijf. Een van de grootste cannabisbedrijven in de fucking wereld. Over 20 jaar verwacht ik dat Samnesia dat ook is. Ik denk dat de psychedelische stoffen gelegaliseerd gaan worden. Ik denk de next grote boom thing is de psychedelica. Truffels, paddenstoelen en dat soort dingen allemaal. Daar hebben we voorschot genomen. Ook al, we gaan met Samnesia nou ook naar Amerika toe binnen een paar maanden. Los van Royal Queen, de losse identiteit en alles. Hoe zie ik over 20 jaar? Over 20 jaar zie ik een groot familiebedrijf die heel groot in de hennep, cannabis en psychedelica is. Uh-huh. En de cannabisindustrie zelf? Ja, precies. Ja. Dat wordt de suikerhandel, net als alles wat legaal wordt. Dat zal net als de wijn en de sigaretten gebeuren. Dus heel veel belasting erop, kwaliteitscontroles. Het zal een kopie worden van de wijnen en de tabaksindustrie. Ik denk dat heel veel mensen de tabaksindustrie over gaan stappen op de cannabis, hennepindustrie. In welke vorm dan ook. Ik denk dat de edibles, waar we net al over gehad hebben, dat gaat een vaart krijgen. Ik denk dat cannabis, CBD en dat soort dingen, hennep, heel veel in eten, drinken, gemengd, CQ-producten getest gaat worden en verkocht zullen worden. Denk je dat mensen over 20 jaar gewoon nog een topje wiet kopen in een winkel en een stukje hash of niet? Nee, ik denk dat mensen gewoon heel veel edibles gaan gebruiken. Omdat het roken steeds slechter in het nieuws komt. En mensen toch ook veel langer willen leven, gezonder willen leven. Kijk maar naar de voedingsindustrie. En ik denk dat het roken zal altijd blijven, maar dat zie je nou al, dat het steeds minder wordt. Mm-hmm. Dat mensen, heb ik nogmaals in Amerika, levende lijven kunnen zien en meemaken. Steeds meer mensen gebruiken het gewoon als een snoepje of iets anders en toch het effect te hebben. Mm-hmm. En ze weten dan nog precies hoeveel milligram ze moeten hebben, nog veel beter zelfs. Wat denk jij, Shai, gaat het topje wiet en een stukje hasje overleven of niet, over 20 jaar? Ja, tuurlijk. Blijft altijd wel overleven, net zoals Boy al zegt. Je hebt altijd mensen die echte liefhebbers zijn om een lekker jointje te roken, lekker old school. Maar dat zie je wel in de trend in Amerika ook. Ja, er worden daar zoveel edibles verkocht op dit moment. En iets als vapen bijvoorbeeld, is dat toch... Ja, er wordt ook heel veel gedaan, ja. Ja. Want soms denk ik daar ook van, misschien is dat wel meer een hype. Dat als je over 20 jaar kijkt, dat het dan ofwel blow is, ofwel edibles, maar niet... Ik denk dat vape, ik ben het met je eens, want het mooie van vape is, er komt weinig lucht en dingen roken uit, terwijl mensen dat toch in een restaurant en musea alles kunnen doen, weet je wel. Dus ik vind dat, mensen liepen daar ook, we waren in Las Vegas bijvoorbeeld, en we gingen daar wat mensen bezoeken, en we gingen in een restaurant, echt een heel leuk restaurantje, en die eigenaar van die dispensary, die had echt een hele mooie vape bij, met THC. Zei, dit is toch geweldig dat het tegenwoordig gewoon kunnen blowen, dat mensen niks van merken. Is toch geweldig? Ik denk wel dat de vape bij landen wat legaal is, zeg maar, een hoge vaart zal hebben. Toekomstbestendig ook wel eens. Absoluut, ik denk het wel. Ja, okay. Maar dat zie je nou ook wel, weet je wel. Nou, als je bijvoorbeeld uitgaat, zie je ook iedereen, er zit geen THC, maar al met die vape-pennetjes, weet je wel. Heel veel mensen, anders moet je buiten gaan roken, maar hier zit het allemaal binnen met die vape-pen.
Ja, tenzij ze dat weer binnen gaan verbieden. Vast en zeker. Voor, nee, wat mooi is, je hebt zo in je hand, niemand ziet het. Ja, dat is ook. Weet ja, je, ja, dat de die jongen mij ook ziet, weet je wel. Ja, je kan hem gewoon stiekem doen. Ja, weet je wel. Ik vond het in ieder geval zeer, zeer interessant om eens met jullie over jullie leven en over Royal Queen Seats en alles te praten. Verleden, heden en toekomst. Ik denk dat we over een tijdje zeker nog een keer met Shai gaan verder praten. Maar om de aflevering helemaal compleet te maken, gaan we nog even naar de andere rubrieken. Ik weet niet hoe lang we al aan het tellen. Maar we zijn lekker, bezig. Maar de langste aflevering ooit. Ja, dat is alleen maar leuk. Maar gaan dat is ook, er nog inhalen? Ja. Ja, het kan allemaal, weet je. Kan allemaal. Maar, Derek, de oude doos. De oude doos. Ah. Ja, dankzij de website Delver... dat spel je met PH, voor de mensen die dat ook eens willen proberen. Heb ik een van de allereerste artikelen, denk ik, die er ooit over jou zijn gepubliceerd, Boy. En over de High Life, teruggevonden. Nee. Ja, in Dagblad Trouw van 12 augustus 1991. Ja. Ik weet het nog. In de rubriek Mensen op Maandag. Heel kort stukje was dat. Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Ja? Ja, want ik heb het uitgeprint zodat ik er een stukje uit voor kan lezen. Het is eigenlijk best wel lang. In ieder geval de tweede alinea wil ik eventjes met jou en met de luisteraars delen, want het is schitterend. Boy Ramzahai, 25, tevens de geestelijk vader van High Life, ziet er met zijn goed gesneden pak, bijpassende stropdas en moderne haarkoep niet uit als een doorsnee koffieshopbezoeker. Hij komt er dan ook uitsluitend beroepsmatig over de vloer. De joints laat hij dan rustig aan zich voorbij gaan. Ik heb vroeger wel een keertje gebloot, bekent hij. En dan resoluut, maar nu doe ik dat niet meer. Ik rook helemaal niet. Nog steeds. Niks veranderd. Niks veranderd. En we spreken dus augustus 1991. Hè? Wow. En dan zeg jij, we zijn van plan om een vergelijkend onderzoek te doen naar de kwaliteit van de Nederlandse coffeeshops. Net zoals er voor restaurants Michelinsterren bestaan, moeten er ook kwalificaties voor coffeeshops komen. Daarbij willen we niet alleen naar de kwaliteit van de stuff kijken, ook de aankleding van de zaak is belangrijk. En de smaak van de koffie natuurlijk. Dit onderzoek zullen we uiterst gedegen aan moeten pakken. Coffeeshophouders hebben lange tenen. Dat staat vast. Geweldig toch? Ja, dat vond ik geweldig om te lezen. Dat je dat toen ook al door had gewoon. Terwijl we want 91, dat is nog heel, heel vroeg. Ja, geweldig. Mag ik even kijken? Ja, tuurlijk. Kwartaalblad voor hashroker. Oh, leuk zeg. Ook hashroker. Ja, ook typisch dat het niet, weet je wel. Toen mooi, was het ook vooral nog. Toen was het gewoon alleen hash. Geweldig. De oude doos. Leuk. Hij kan weer dicht. Ja, en zoals elke aflevering gaan we naar reacties van luisteraars. Oeh. Ja, we vragen altijd de luisteraars of dat ze een leuke reactie of dergelijke, of een suggestie of een vraag of wat dan ook hebben. En dan kiezen we er altijd eentje uit en die behandelen we en daar sturen we een leuk pakketje naartoe op. En deze keer heb ik een vraag van de heer P. Ik hou zijn e-mailadres eventjes. De heer P, wie kent hem niet? En, maar een tijdje geluk heeft hij deze reactie geplaatst. Beste High Tea podcast, tijdens de buitenkweek episode met gasten B van Plantarium, denk ik, hadden jullie het over een Limburgse thuiskweker genaamd De Kroon. Deze naam kwam ook al te sprake tijdens de aflevering van La Chanvrière. Heeft u toevallig deze persoon zijn Instagram-accountnaam of een ander medium waardoor ik wat van zijn kennis kan opdoen? Alvast bedankt en verder geniet ik enorm van de uitzendingen. Met vriendelijke groet, P. Schitterend compliment. Ja. Dank daarvoor, P. Ja, en ik vind het ook leuk, want ik ken de heer De Kroon ook erg goed. En het is heeft ook een aantal keer meegedaan met mijn cup. En een zeer, zeer goede thuisteler. En ik vind het een hele goede suggestie. Ik zal ook hem inderdaad zijn Instagram doorsturen. Maar ook, we gaan De Kroon vragen om een keer ook achter de microfoon te schuiven. Het is altijd leuk om wat thuis tips te krijgen. Absoluut. En het is een hartstikke mooi figuur. Dus bedankt, in ieder geval P, bedankt voor je inzending. En goede suggestie. We gaan het opvolgen. Er komt een prijzenpakketje. Ja, daar gaan we voor zorgen.
Oké. Okay. Het laatste rubriekje. Met onze favoriete jingle. Het High Tea Podcast. Kweekhoekje. Ja, de lente is weer begonnen. En daarmee de tijd om te zaaien natuurlijk. Ja, ja. Voor de buitenkwekers onder onze luisteraars. Zaden van onze sponsor Seedstockers of van Royal Queen Seeds of van Karma of welke zaden je ook maar van welke zadenbank ook hebt gekregen. Het is nou zeker, als je hier naar luistert, echt wel het moment om te beginnen met die zaden om te gaan kiemen. Want anders ben je er te laat bij. De grap is natuurlijk wel een beetje. Jij hebt al onthuld, Shai, dat je vroeger wiet ging kweken. Wat zou jouw tip zijn aan beginnende thuiskwekers, gebaseerd op jouw ervaring toen? Hoe ik vroeger begonnen ben, was. Ik had een starterskitje gewoon gehaald bij onze eigen Royal Queen Seeds. En daar ben ik eigenlijk mee begonnen. Er stond alles in hoe ik moest beginnen. En het waren gewoon oude flowering zaden. Dus heel makkelijk om gewoon in je eigen tuin te kweken. Dus dat ga ik dit jaar ook weer doen. Ik ga thuis dit jaar de F1 hybride zaden proberen in mijn eigen tuin. Het zijn ook allemaal oude flowerings. Dus lekker makkelijk, alleen maar water geven. En als ze een beetje zon hebben, dan komt het al snel goed. Dus daar begin ik dit jaar mee. En easy going inderdaad, gewoon auto's. Ja, gewoon auto's. Ik ben zelf veel in het buitenland en dan kan mijn vrouw kan ik gewoon water blijven geven. Dan hoef ik geen moeilijke trucken te doen. Dus ik vind het gewoon leuk om even te kijken hoe het groeit en doet. Dus, ja, tuurlijk. Zeker als het je eigen product is. Ja, zeker. Ja. Ja. Ik denk dat het wel zeker ook een goede tip inderdaad is, de autoflower dingetje. Ik bedoel, ik heb het nou 4-5 keer ook in mijn tuin proberen te kweken. En echt de enige die echt goed bij mij klaar waren altijd, waren de autoflowers. En dan had ik tenminste nog iets te roken. Want voor de rest was het altijd toprot en huilen. Ja, en qua weer, ze kunnen ook wat hebben, weet je wel. Als een keer iets minder weer is een weekje, dan gaan ze niet meteen kapot. En ze hebben weinig tijd nodig natuurlijk. Precies, ja. Dus een beetje geluk is als 2 keer autoflowers zetten in Nederland. Dus, dat denk ik absoluut wel. Ja, zeker. Dus voor de beginnende thuisteler, autoflowers. En daarna, you can take it a step further, natuurlijk. Ja, ik heb een vraag, ik ben benieuwd. Hoeveel procent denk je dat de autoflowers in Nederland verkocht worden? En hoeveel procent denk je de normale feminine seeds? Ik denk dat het steeds populairder wordt. Maar ik denk dat je nu op, denk ik dat je wel 40% zit. 40% wat? Van je totale zadenaanbod. Ja, 40, wat denk jij? Ja, ik hoop... ik word hier stiekem beïnvloed. Nee, want ik weet niet of hij dichtbij zit of niet. Dat weet ik niet. Ik dacht 40-60. Ja, ook 40-60. Zoals Rens dat zegt. Ja, daarom werken wij samen, weet je wel. Okay. We vaak, Nou, ik moet zeggen, jullie zitten er heel dichtbij. Om een idee te geven, met Royal Queens verschepen wij per dag plus minus 1200 verpakkingen per dag. Zo. Dus bestellingen, dat is heel veel. Dus we hebben een reële statistisch beeld. Ja, klopt. We hebben een reële beeld, hebben wij wat mensen kopen. Momenteel, in Europa heb ik het over, is 50-50. Okay, dan. Als je over heel het land, heel het jaar bekijkt, is 50-50. En de automatics, die worden steeds beter van kwaliteit. Steeds beter. Ja. Zelfs Europarlementariërs kweken automatics, hè? Heb je dat meegekregen? Is dat zo? Ja, een Ierse Europarlementariër. Oh, wat leuk. Luke Flanagan. Kijk eens aan. Die zit op Twitter. En op Twitter houdt hij het ook zelfs bij. Okay. Dus op zijn balkon in Brussel. Want daar zit hij dus omdat hij Europarlementariër is. Daar, hij heeft volgens mij ook de naam genoemd. Maar in ieder geval dat het dus een autoflower is. En hilarisch. Zullen we eens pakket opsturen? Ja, doe maar. Dat zou wel zijn. Dat is wel de moeite waard, denk ik. Ik denk dat hij dat hij kan het zeker waarderen. Moet je doen, Shai. Moet je even de naam pakken en moet je even rekenen. Luke Ming Flanagan. Ming is zijn bijnaam. Oké. Okay. We zetten hem anders ook wel in de show notes, Rens. Ja, dat doen we zeker. En ook voor alle luisteraars. Als jij nog een vraag, een tip of een goed verhaal hebt over thuisteelt. Ja, laat het ons weten. Gebruik de comments bij Instagram of mail naar info@hightpodcast.nl. En dan podcast met een T geschreven. En daar komt deze monster
giga-uitzending. Het is een mega-episode. Tot een einde. Met onthullingen en nieuwe dingen. Ook ontzettend tof nieuws, ook voor James Burton. Mm. Nogmaals, dank voor zeker dat. Dat vind ik echt fantastisch. Dus, namens Royal Queen, jongens. Ja, boy. Shai, hartstikke bedankt voor je gastvrijheid en jullie verhaal. Het is echt fantastisch. Superleuk. Ja. Simon, dankjewel weer voor jouw werk achter de knoppen. Dirk, dankjewel dat je weer ons doorheen hebt gesleept. Met je journalistieke kwaliteiten. Ik vond het een geweldige ervaring, wederom, om hier te zijn met jullie allemaal samen en die verhalen te delen. En natuurlijk ook nog dank aan de sponsor van deze aflevering, Seedstockers, betaalbare cannabiszaden voor thuiskwekers, verkrijgbaar op www.seedstockers.com. Dankjewel, luisteraars, en tot de volgende keer. Houdoe. Jongens, jullie bedankt. Dankjewel. Houdoe.